Ja, goedemiddag. Hartelijk welkom bij Plein Publiek, de tweede aflevering. Een talkshow zoals talkshows bedoeld zijn. Twee keer per maand ontvang ik aan deze tafel politici, wetenschappers, filosofen en andere denkers. Gasten die niet alleen wat te vertellen hebben, maar daar ook nog de ruimte voor krijgen. Vandaag gaan we spreken met Jeroen Dijsselbloem. Hartelijk welkom, Jeroen Dijsselbloem. Fijn dat je er bent, voorzitter. Onder meer van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, voorzitter van de Onafhankelijke Commissie Nationaal Groeifonds. Natuurlijk oud-minister van Financiën, oud-parlementariër van de Partij van de Arbeid, oud-voorzitter van de Eurogroep. Schrijver ook recent van het boek De Onderwijsfamilie, uitgekomen bij Prometheus. Ja, dit is een kleine opsomming van de vele dingen die je gedaan hebt en die je doet. Heel hartelijk welkom. Dit boek is recent uitgekomen over de onderwijsfamilie, over jouw hele familie. Ja, ik heb een bizarre familie waar de meeste mensen in het onderwijs zitten. Ja. Dus in dat boek komen er 47 voor. Ik wou net zeggen, de meeste, maar dat is echt heel veel. Ja, ja. Maar sommige leven natuurlijk niet meer, dus het begint met... Het beschrijft vier generaties onderwijs, eigenlijk 100 jaar onderwijs van geschiedenis. Dus het is een verhaal over mijn familie, maar ook over de verandering in het onderwijs in Nederland. En dat loopt door elkaar heen. We wilden het vandaag hebben, dat doen we vaker in de balie de laatste tijd, en speciaal in deze in het plein publiek ook, over het afnemend vertrouwen in politiek en openbaar bestuur. Over hoe komt het toch dat dat zo is? Wat kunnen we daaraan doen? Daar willen we een goed gesprek over voeren. We hebben een aantal mensen voor uitgenodigd. Maar ik wil echt beginnen met dit thema aan te snijden met jou. Daarna vragen we Mirjam van Praag aan tafel. De voorzitter van het college van bestuur van de VU onder meer. En professor economie. En daarna volgen nog andere gasten die ik tegen die tijd ook weer introduceer. Maar eens even te beginnen met het thema. Ben jij het met mij eens als ik stel dat, dat we kunnen waarnemen dat er een afnemend vertrouwen is in openbaar bestuur en politiek? Ja, ik denk het wel. Ja, hè? Maar het is... de toeslagenaffaire laat heel scherp zien dat er ook een afnemend vertrouwen is van de overheid in haar burgers. Ja, ja. Ik heb net het boek van Jesse Frerix daarover gelezen. En dan zie je ook dat er een afnemend vertrouwen is in het functioneren en de integriteit van ambtenaren. Enzovoort, enzovoort. Dus ja. Die vertrouwenskwestie, die natuurlijk voor het functioneren van de samenleving toch wel vrij belangrijk is, dat er een elementair niveau van vertrouwen is, speelt op allerlei plekken. Maar raakt ook zeker de politiek, het openbaar bestuur. Ja, ja. Ik vind het goed gesteld. Het is ook een afnemend vertrouwen van de overheid in de burger eigenlijk. Het is wederzijds. Ja. Op zijn minst, zeg maar. En nog naar veel meer kanten waarschijnlijk ook. Ja, dat komt ook omdat we steeds minder afwijking accepteren. Ja, ik heb nu doordat ik dat boek... Nee, ik ga niet uitweiden. Jawel, ik heb net het boek gelezen. Dus dat zit nog voor in mijn hoofd. Ja. Het boek van Jesse Frerix. Het boek van Jesse Frerix over de kinderopvangtoeslag. Affaire. Schandaal, zegt hij. Schandaal. Ja. En hij beschrijft dus hoe dat uit een soort overreactie en het uitslaan van reacties, ook in de politieke arena, maar ook vanuit de media, met mediadruk, uitslaande reacties van er is fraude gepleegd, dat is niet acceptabel, zero tolerance, alles op fraudebestrijding, elke tolerantie, elke ruimte uit de wet halen. En dan een aantal jaren later vaststellen, oh, er zijn mensen tussen de wielen gekomen. Hoe kan dat nou? En dan volstrekt de andere kant op slaan. Ja. En dit gaat zomaar door. Dus nu zijn nu is men aan het proberen om de vele mensen die hier slachtoffer van zijn geworden, van dat krankzinnige fraude, antifraudebeleid, te compenseren. En weer gebeurt hetzelfde. Het gebeurt allemaal weer met grote bewegingen en grote slagen, waardoor ook zelfs het compensatiebeleid nu vastloopt. Het is echt een onthutsend boek. Ja. Ik wist het al, maar als je het leest, het is goed geschreven. Ja. Onthutsend boek. Ja. We komen hier straks ook nog wel weer verder op terug. Maar één ding is interessant, vele dingen zijn interessant aan wat je net zegt. Dus ja, het compensatiebeleid slaat dan weer helemaal de andere kant. Hè. Dus die beweging, die pendulebeweging van verontwaardiging en medelijden. En dus de grote emoties die meespelen, grote ook in de Kamer en in de pers en de samenleving. Grote geldbedragen. Ik heb het idee dat de laatste tijd het wel lijkt alsof geld inderdaad aan de bomen groeit. En dat is goed nieuws, want het wordt ook in miljarden uitgedeeld.
Als oud-minister van Financiën, is dat zo? Dat geld tegenwoordig aan de bomen groeit? Is dat, of is dat... het is panacee voor alles. Maak even een overstapje naar een volgend thema, hè, toch? Of niet? Ja, ik kom graag straks nog veel uitgebreider terug op die uitvoeringsorganisaties en die fraudezaken die we in de laatste jaren beleefd hebben. Maar ik dacht, aan de expertisekant van de minister van Financiën. Nee, dat is echt heel opvallend. Dus economen vertellen mij dat er toch de laatste jaren weinig inflatie is geweest. Maar dan toch behalve in Politiek Den Haag. Waar de bedragen echt enorm zijn. En ik bedoel, oké, ik was minister van Financiën in een tijd dat er geldgebrek was. Compleet andere situatie, kun je van alles over zeggen. Nu is die ruimte er wel, dus dat begrijp ik ook. Begrijp ik dat de overheid op het moment dat je de economie zo'n beetje... Nou, in ieder geval een deel van de economie stillegt vanwege corona, dat je dan fors bijspringt. Maar dan gebeurde ook, het meest navrante voorbeeld is natuurlijk de 8,5 miljard voor onderwijs. Kijk, ik ben een fan van het onderwijs en van het belang daarvan. Daar gaat dat boek ook over. Zeker. Maar 8,5 miljard, eenmalig, je moet het uitgeven binnen 2,5 jaar. Ja, het is voor mij, ik kan er gewoon met mijn verstand niet bij. 8,5 miljard, zoveel geld. Wacht even, met je verstand niet bij? Dat vind ik van minister van Financiën echt... ik vind heel veel geld, maar ik kan dat al nauwelijks overzien. Ik heb wel een beta-eindexamen gedaan, maar dat is dan ook zo'n beetje alles. Maar dat is heel heftig. Dat kan je met je verstand niet bij. Te veel. Nee, maar de mensen die ik spreek in het onderwijs zeggen ook... we weten eigenlijk niet hoe we het goed en zorgvuldig kunnen besteden. Dus het is zoveel geld in zo'n korte tijd. En het is... Nou, sommigen zeggen zelfs dat het contraproductief gaat werken. Mm-hmm. Dus in plaats van dat je nou een veel kleiner bedrag, maar dan structureel ter beschikking krijgt, waarmee je je organisatie echt kunt verbeteren en de kwaliteit van leraren kunt verbeteren, mensen kunt aantrekken, voor zover ze er zijn, krijg je nu in een hele korte tijd een enorm bedrag. En ik vind ook de richtingloosheid ervan tamelijk stuitend. Hè. Dus er zit niet een idee achter, er zit niet een plan achter. Wat gaan we daar dan mee doen? Welke ambitie wil je ermee realiseren? Nou ja, dat is een voorbeeld. De trend is al langer gaande. 47,5 miljard heeft het ministerie van Volksgezondheid uitgegeven in één jaar. Het eerste coronajaar. Dat zijn inderdaad enorme bedragen. 5,2 miljard hebben ze zelfs niet eens meer een bonnetje van. Dat zijn bedragen waar dus, ik tracht het ook te hebben over het vertrouwen van burger in overheid. Hè. Als je met zulke soort bedragen geconfronteerd wordt, dan denk je, ja, kennelijk is inderdaad geld niks meer waard. Nee, dat zou je graag eens denken. Het interessante is nu dat we nu voor het eerst sinds lange tijd weer inflatie hebben. Ja. En onze grote economische instituten zeggen daar geruststellende dingen over. Die inflatie is tijdelijk, die gaat weer weg. Ik begin me daar echt wel zorgen over te maken. Want als je alleen al bedenkt wat er gewoon wereldwijd door centrale banken en door overheden aan stimulans in de economie wordt gepompt. Mm-hmm. En die kraan is nog niet... in Nederland zijn nu een aantal maatregelen lopen nu af. Maar dat zijn zulke gigantische bedragen. Ja, een aantal maatregelen lopen af. Dat ga je op nog niet alles terugzien in een economie die dan aantrekt en heel snel oververhit raakt. Met alle tekorten en grondstoffenprijzen. Dus de inflatie is volgens mij heel reëel. Ik weet niet zeker waarom die zo snel weer zou verdwijnen. Ik zie dat niet, maar tenzij de centrale banken en de ECB is dat volgens mij helemaal niet van plan, vrij snel ook de geldkraan gaan dichtdraaien. Dat is een effectieve manier om inflatie weer te drukken. Nou ja, er is gewoon ontzettend veel geld. Dat heeft ook allerlei perverse effecten. Hè? Dus het opjagen van de woningmarkt, het opjagen van aandelen, beurzen, enorm veel risico die wordt genomen in beleggingen. Denk aan bitcoins. Ja, het kan nog even goed gaan, het kan ook morgen weer helemaal weg zijn. Het heeft ook een heel gek effect in de politiek. Want als geld, ik zeg het nu een beetje grof, maar onbeperkt beschikbaar is, waarom zou je dan nog nadenken over dingen, ingewikkelde dingen als veranderingen van stelsels of systemen of wetten? Of misschien moeten we wel gewoon ons anders gaan gedragen. Nee, je kunt nu alles, en dat zie je al een tijdje terug, ook wel in het kabinetsbeleid, ook voor corona, dat als er ergens een probleem is, dan kan het blijkbaar alleen worden opgelost met meer geld erbij. Ja. En als je nu oplet, nu is de formatie gaande, en dat is altijd wel zo, dat dan alle lobby's in Nederland natuurlijk helemaal uit de startblokken gaan. Dit is het moment om iets te belobbyen. Ja. Dat iets is nu alleen maar geld. De bedragen zijn minimaal 10 keer zo groot als 4 jaar geleden, nou ja, laat staan 8 jaar geleden toen er geen geld was.
Dus het gaat alleen maar over geld. Tien keer zo groot? Dus als het iets van 4 miljoen belobbyd werd, dan is het nu 40 miljoen. En als het, ik denk nog veel meer. Als het van 400 miljoen is het 4 miljard, zeg maar zo. Ja. He, vanochtend in de krant, de grote steden zeggen, er moet een ongekend grote miljarden investering komen in de woningbouw. Ja. Wat ik me zeer afvraag, is geld eigenlijk wel het probleem in een woningmarkt die misschien wel te maken heeft met te veel geld? Nee, maar alles, elk probleem in de woningmarkt, dan moet daar miljarden in. Ja. Is het probleem niet veel meer ruimtelijke ordening, grondbeleid? Niemand die daarover... Het gaat alleen maar over geld. Ja. Dat is toch... Geen niet over beleid, niet over nieuwe wetgeving. Een ander pervers effect is dat... Kijk, een van de vervelende dingen van geld is dat het je dwingt te kiezen. En dus sommige mensen zeggen daarvan... Ja, maar daarmee wordt politiek debat, gaat alleen nog maar over geld. Dat is eigenlijk niet waar. Alleen, er zijn financiële beperkingen. Neem de beroemde financiële bijlagen van het regeerakkoord. Dat is zo'n beetje het speelveld. Dit zijn de hoeken. Dit is 4 jaar lang het speelveld. En daarbinnen kun je... keuzes maken. En die zie je dan terug in het regeerakkoord. Ik ben benieuwd hoe dat nu gaat in de formatie. Want die hoekpunten, ja, die staan allemaal ter discussie of zijn zelfs weg. Begrotingsregels, ik weet niet of ze nog bestaan. De Europese begrotingsregels zijn in ieder geval voorlopig afgeschaft. Ja, die niet meer dan 3% overschrijden. Dus dat maakt het als... Ja. Als het betekent dat dan ook dat we dus veel... dat we geen moeilijke keuzes meer hoeven te maken... Ik ben heel benieuwd hoe de formatie daarmee omgaat. Klinkt een beetje als een paradijs, toch? Geld is gratis beschikbaar. Ja. Maar wat is het probleem? Nou ja, als je erin gelooft dat dat een duurzame situatie is. Duurzaam in de zin van houdbaar op de langere termijn. Ja. Als je gaat nadenken over de risico's die zich opbouwen... alleen al in de financiële markten, dat klinkt altijd ver weg. Maar als daar grote problemen zijn, dat weten we nog van niet zo lang geleden... slaat dat heel snel naar binnen. Naar onze eigen financiële instellingen, naar de economie, naar het vertrouwen van burgers. Dus ik ben daar wel bezorgd over, ja. Ja. Dit is, doet mij een beetje denken, we hebben een periode gehad rond 2000. Toen waren er mensen die geloofden in de new economy. En dat was, de korte samenvatting is, er komen geen financiële crisis meer. Dus we hadden altijd, weet je, de economie gaat... up and down. Boom and bust. Nu en dan heb je een crisis. De New Economy dacht, nee, er komen geen crisis meer. Bijvoorbeeld omdat onze centrale bankiers, dat was in de tijd van Alan Greenspan, de Fed in Amerika, die hadden nu het rente-instrument zo goed in de vingers. Het waren echt magicians. Verschenen ook boeken over de centrale bankiers. Die heten dan de alchemisten. Dus die kunnen goud maken. Ja. Die hebben het rente-instrument zo onder controle inmiddels. Inflatie is iets uit het verleden. Dat bestaat niet meer. Ze hebben de steen der wijze gevonden eigenlijk. Huh? ICT speelde daar ook heel sterk in dat vooruitgangsgeloof. Want we weten nu zoveel. We hebben zo directe data, toegang tot alle markten van de wereld. Dat je elke instabiliteit kun je onmiddellijk zien en kun je op reageren. En als alle spelers dat hebben in een markt... Dus optimale beschikbaarheid van informatie, zal iedereen erop anticiperen. En dat zou ook ertoe leiden dat markten stabieler worden. Nou, de New Economy is natuurlijk niet waar gebleken. Nee. We kregen kort na 2000 eerst de bubbel waarbij alle ICT-bedrijven onderuit gingen. 2008 de huizencrisis.com, precies. Ja. En in 2008 de grote financiële crisis. En sindsdien zijn we van crisis naar crisis gegaan. Nu is weer een beetje zo'n New Economy-sfeer. Ja, je moet erin geloven. Ja. Ik niet. Ja, maar Den Haag gelooft er wel in, kennelijk. En de lobbyclubben in het land ook. Het moet allemaal met vele miljarden tegelijk. Nou, ik denk dat het nog misschien iets cynischer is. Ik denk dat er in Den nog Haag, cynischer? Oh. In Den Haag weinig mensen zijn die daar echt in geloven. Maar wie durft, als je nu in de politiek zit, wie durft te zeggen dat we misschien toch weer moeten gaan letten op... dat we toch moeten nadenken over begrotingsregels. Dat we misschien toch moeten afspraken moeten maken over... hoe krijgen we eigenlijk een stabiele begroting en stabiel en houdbaar begrotingsbeleid. In deze verkiezingscampagne heeft zelfs Mark Rutte nog gezegd... Er zal niet worden bezuinigd. Punt. Nou, prima. Mooi. Ja, goed nieuws. Goed nieuws. Ja. Maar of dat belofte is voor de eeuwigheid en betekent dat dus alles kan, is zeer de vraag. Het lijkt inderdaad wel... Dit is een vraag die hiermee samenhangt in zekere zin. Het lijkt inderdaad wel alsof wij zoveel geld hebben, zo genoeg veel geld hebben, dat het Europese herstelfondsen, die er nu in het kader van COVID zijn beschikbaar gesteld, daar heeft Nederland nog helemaal niet aangevraagd. Nee.
Je bent voorzitter van de Eurogroep, de financiële stuurgroep van de Europese Commissie eigenlijk. Van de Europese Unie bedoel ik meer. Van de eurozone. Ja, van de eurozone. Precies, waar we de munt hebben, ja, absoluut. Ja. Waar we de euromunt hebben. Dat is toch heel wonderlijk. Hebben we dat geld niet nodig? Of wederom over openbaar bestuur en politiek? Of is dat niet belangrijk? Of waarom doen we dat niet? Nou, ik weet in ieder geval dat een aantal jaar geleden, als er zo'n bedrag, ik geloof 6 miljard in Nederland daar nu laat liggen. Ik weet niet. Ja, zoiets laat liggen, ja. Als dat een aantal jaar geleden, als we 6 miljard hadden klaar liggen, klaar lag voor Nederland in Brussel, dan hadden we dat onmiddellijk gebruikt. Dus er is, ook dat laat weer zien dat er is nu zoveel geld beschikbaar. Blijkbaar is die 6 miljard, kan nog wel even wachten. Volgens mij is de afspraak, maar goed, alles is rekbaar natuurlijk, in Brussel zeker, dat dat geld uiterlijk 2013 moet zijn uitgegeven. Maar dan moet je nog behoorlijk snel zijn, hoor, want voordat je een project op gang hebt gezet. 2023. Ja. Moet je nog behoorlijk snel zijn. Dus voordat je een project echt in de benen hebt en geld hebt uitgegeven, ben je zo jaren verder. Ja. Denk aan infrastructuurprojecten of ik weet niet waar je het geld voor in zou willen zetten. Infrastructuur voor de klimaattransitie bijvoorbeeld. Dus dat wordt nog knap doorwerken. Doorwerken, ja. Ja, ook daar weer. Hè. Weinig plannen, weinig nieuwe. Maar ja. En hetzelfde geldt, ook weer een beetje verwant eraan. U bent natuurlijk ook voorzitter van het Wopke Wiebes Fonds. Hè? Dat heet volgens mij het Nationaal Groeifonds. Ook daar is heel veel geld te vergeven. Maar ik heb begrepen, als ik de pers volgde de laatste tijd, dat heel veel jullie nog niet hebben uitgegeven. Die plannen zijn allemaal niet goed. Nou, wij zijn wel heel kritisch inderdaad. Vooropgesteld, kijk, aanvankelijk was het idee van Wopke en Wiebes. Inmiddels weet ik niet meer. Welke W? Er zijn zoveel ministers gewisseld dat ik het niet meer precies weet. Maar voor het Groeifonds, dat aanvankelijk was het idee dat wij moeten bijdragen aan nieuwe economische groei van Nederland. Ja. Nou, inmiddels onder druk van de Kamer en ook gewoon vanwege de opvattingen van de commissie, die ik dan mag leiden, zeggen we ja, het moet wel echt om duurzame groei gaan. En ja, innovatief zijn. Ja. Nou, dat is nog best moeilijk om die projecten vervolgens te krijgen. Nou, we hebben nu een eerste ronde gehad. Dit najaar gaan wij de tweede ronde aanvragen beoordelen. Ik verwacht wel dat de kwaliteit van de voorstellen, dat hoop ik ook, veel beter zal zijn. Dan de eerste ronde. Ja, de eerste ronde zaten een paar echte juweeltjes. Echt innovatief, super interessant. Samenwerking van universiteiten, met of niet, met of zonder bedrijven. Maar er zat ook heel veel standaard voorstellen. Of gewoon slecht onderbouwd, of wat ik wel een heel mooi Nederlands fenomeen vond. We kregen een aantal voorstellen die waren gewoon door iedereen in Nederland mee ondertekend. Zo van, nou ja, en dat is dan heel polderachtig. Als iedereen meetekent, iedereen steunt dit idee, dan is het een goed idee. Maar wij gingen vragen, ja, maar wie gaat het dan uitvoeren? Ja. Wie is er dan verantwoordelijk? Ja. En kan die dat ook? Ja. Enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, dat plan haalde dan de eindstreep niet. Dat kan dus weer terugkomen in de tweede ronde en hopelijk dan wel echt serieus met een uitgewerkt. Met een uitvoeringsplan, ja. We doen het ook een beetje expres, hoor. We zijn in de eerste ronde misschien wel extra streng geweest, omdat we echt, ja, maar jongens, dit geld is niet bedoeld voor gewoon weer een stuk snelweg. Dus die kritiek kwam ook vrij snel van, ja, dit fonds gaat weer een Betuwe-lijn aanleggen. Nou, dat is oprecht niet onze bedoeling. Nee. Dus we zijn in de eerste ronde, hebben we heel veel afgewezen. Het is ook in lijn met wat je eerder zei natuurlijk, dat het geld op het moment helemaal niet het probleem is. Het probleem is maar goede plannen. Goede nieuwe wetgeving, de juiste aanpak, de juiste uitvoering. Ja. Ja. Dus het je probleem is ook niet bij het geld, maar bij de uitvoering vaak. Kijk, wij zijn een groot fonds, wij mogen het geld echt weggeven. Dus dat maakt dat je nog zorgvuldiger ermee om moet gaan, zou je kunnen zeggen. Wouter Bos leidt NL Invest, dat is een investeringsfonds. Dus die neemt risico en participeert in bedrijven. Die hebben eigenlijk hetzelfde. Hebben ook nog, dat kun je ook als een aanloopprobleem zien. Dat is ook nog een nieuwe instelling, jong. Heb ik nog mee dit initiatief toegenomen, maar toen zaten we in de crisis. Ik dacht, we hebben dit nodig, juist om weer de economie te helpen op gang te komen. Ja. Nu zijn we jaren verder. Het fonds begint net een beetje zich te ontwikkelen. En nu is het, ja, er is eigenlijk zoveel geld en zo weinig goede projecten. Dus hoe zou dat nou moeten verbeteren? Nou, het ligt in ieder geval één ding, dat dit soort dingen moet je eigenlijk gewoon structureel voor de langere termijn doen. Het opzetten van dit type publieke fondsen
om daarmee een crisis te bestrijden, werkt niet, omdat het gewoon te veel tijd kost om het op te zetten. Ja. En dat is niet een kwestie van bureaucratie, maar je moet echt een organisatie ontwikkelen die moet kracht, kennis, ervaring naar binnen halen. Dat kost tijd. Goed, dus ik hoop dat we nu een aantal van dit soort publieke investeringsinstellingen hebben. Kijk, vroeger hadden we de Nationale Investeringsbank. Die is verkocht door Gerrit Salom. In de tijd in de jaren 90, toen alles moest worden geprivatiseerd, is ook de investerings. Er was dus een publieke van de overheid, de investeringsbank, die is verkocht. De NIBC, de Nederlandse investering. Dat werd later de NIBC. NIB heette niet, geloof ik, toen later, de tijd nog. Ja. Ja. Nu hebben we dus in ieder geval deze twee instellingen weer, die samen weer dat type functie hebben. Het financieren van soms net een stuk risico wat door private partijen nog te onbekend is. Of een technologie die nog met te veel onzekerheden is omgeven. Private partijen, zeg maar, waar het publieke belang groter is dan mogelijke private opbrengst. Dus dan zijn allemaal argumenten om te denken, moet de overheid hier misschien aan bijdragen? Nou, daar hebben we nu, dat is nieuw, die twee instrumenten voor. En dan Invest en het Groeifonds. En nu nog de goede projecten. Ja, ja, daar. Ik wil graag ook even verder praten over die NPO-geld, die 8,5 miljard, hè, die je noemde als beginvoorbeeld. Van ja, het is toch wel merkwaardig hoe weinig probleem met geld is en hoe groot het probleem is eigenlijk in de praktijk om dat dan uit te geven. En of dat voor het onderwijs goed is, is maar helemaal de vraag. Daarom hebben we onder andere professor Dr. Mirjam van Praag uitgenodigd. En die ik graag wilde vragen om hier aan tafel te komen zitten. Voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. En op dit moment zelfs ook rector magnificus. Twee banen bij elkaar. Des te fijner dat je er bent. Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad van de SER. Ook nog geweest. Econometrist van huis uit, zeg maar. Als vak. Hoogleraar ondernemerschap geweest. Lang en interessant curriculum vitae. Maar op dit moment leiding geven aan een hele belangrijke onderwijsinstelling hier bij ons in de stad. Je hebt net geluisterd. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Vind ik ook. Hoi. Beide veel economische kennis, maar ook veel kennis van het onderwijs. Jeroen Dijsselbloem heeft ook al een parlementaire enquête voorgezeten aan het begin van de eeuw over het onderwerp. Jij leidt een grote onderwijsinstelling, die NPO-gelden, hè, die we net even langs hoorden komen. Hoe kijk jij daar naar? Is dat nou goed voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs? En dat is volgens mij, als we het hebben over vertrouwen in openbaar bestuur en of de politiek iets kan uitvoeren, heel erg belangrijk in het land dat het ook goed gebeurt. Hè? Is dat fijn dat die er is, die 8,5 miljard? Of klopt het wel enigszins wat Jeroen Dijsselbloem zegt? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat het fijner is dat het er is dan als het er niet zou zijn. Mm-hmm. Maar ik zie wel heel veel haken en ogen eraan. En dat komt wel een beetje overeen. Ik vind 8,5 miljard niet eens idioot veel. Hè, als je kijkt naar hoeveel er omgaat in onderwijs. Maar dat is zeker een bedrag waar je heel veel mee zou kunnen doen. Maar inderdaad niet in 2,5 jaar. Dat heeft helemaal geen zin. Er zijn niet. Dat heeft helemaal geen zin. Nou, weinig, misschien heeft dat een heel klein beetje zin. Maar in die zin zijn jullie het min of meer eens. Dus hoe... Ja, daar zijn we het over eens. Dus volgens mij ook. Ik denk dat er iets te veel en te lang het onderwijs gesloten is geweest. Of beperkt gebruikt is in de hele coronaperiode. De afgelopen 18 maanden, zullen we zeggen. Ja, volgens mij is daar onvoldoende gerekend met de enorme schade die dat aan de economie en natuurlijk ook aan deze generatie geeft op hele lange termijn. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Is het goed om dit geld te hebben, maar het is geld zonder plannen, met toch wel weer veel restricties, merk ik ook. Als ik als bestuurder van de VU, wij gaan natuurlijk ook zijn bezig met die aanvragen, toch wel weer heel veel restricties. Ook in de sfeer van hoe je het allemaal eigenlijk met elkaar eens moet zijn op de universiteit voordat je die gelden mag aanvragen. Dat is ook een enorm gedoe. En eigenlijk zit er geen plan achter en 2,5 jaar kan niet. En daarnaast is het zo, wat ik ook heel kwalijk daaraan vind, iedereen moet het zelf uitzoeken. Nou, wij zijn best een grote professionele organisatie
Maar er zijn ook heel veel basisscholen die zelfstandig zijn. En daar is het zo dat zeker in de op de basisscholen in achterstandswijken is er vaak heel veel werkdruk en gebrek aan docenten. En juist op die scholen zal het dus lastig zijn om een goede invulling te vinden voor dat geld, omdat ze geen tijd hebben om die plannen te maken. Maar juist op die scholen is het heel nodig, want één ding is ook heel duidelijk geworden uit al het onderzoek. Dat is, we hebben heel veel schade geleden en de jongeren hebben heel veel schade geleden, ook op basisscholen. Maar de ongelijkheid is ook enorm toegenomen. Dus de schade zit met name bij kinderen en bij jongeren van wie de ouders niet een rustige ruimte zich kunnen permitteren, waar het kind les kan volgen of huiswerk kan maken. Geen computer, geen bijles, et cetera, et cetera. Nou, de oorzaken die kan iedereen wel bedenken, maar de cijfers tonen ook aan, dat is heel erg. En dan vind ik het dus heel pijnlijk dat nu er een vorm wordt gekozen voor deze fondsen, die ongelijkheid, dat kan je gewoon bedenken, verder gaat vergroten. Waarom wordt die groter dan, die ongelijkheid? Omdat de compensatiemaatregelen die genomen gaan worden op scholen in betere buurten, zal ik maar zeggen, met minder kinderen achterstanden hebben, daar zijn ook, dat weet je gewoon, daar zijn minder tekorten aan leerkrachten. Dus die hebben iets meer gelegenheid om wel plannen te maken. Iets meer capaciteit om het geld te gaan verstouwen. Om dat geld op een goede manier uit te geven. Dus zal inclusief de compensatiemaatregelen, zullen de verschillen alleen maar toenemen en niet afnemen. Ja, omdat het te snel moet uitgegeven worden, onder andere ook. Onder andere. Dat het ingewikkeld is om aan te vragen. Ja, en omdat het ingewikkeld is om iets goeds te doen. Want de dingen die je moet doen, dat moet gewoon heel wel overwogen onderwijsplannen zijn. Ik merk dat bij ons ook. Je moet, als je dingen wil inhalen, moet je kijken waar zijn die achterstanden. Wat voor soort programma moet je maken om daarop in te zetten, om die achterstanden in te halen. En dat zijn ook heel veel, dat weten we ook. De achterstanden zijn heel veel niet cognitief. Dat zijn heel veel sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, allerlei zaken waarvoor je andere programma's misschien nu moet inzetten, omdat kinderen dat anders die anderhalf jaar vanzelf wel hadden geleerd, moet je andere programma's voor inzetten dan de normale programma's. Die moet je wel ontwerpen. Ja, ja. Ja, als gevolg van het sluiten van onderwijsinstellingen, hè, de afgelopen anderhalf jaar. Ja, en het sluiten van de rest van het leven van de kinderen natuurlijk. Ook sport, alles. Ja. Ja. Dus er zou echt wel geld bij kunnen, maar dan structureel. Ja. Een veel langere periode en veel meer rekening houdend met de capaciteit om plannen te maken. En dat je dat met beleid moet doen. Eigenlijk moet je alleen daarvoor al even goed de tijd kunnen nemen om de goede dingen uit te zoeken. En ik denk ook dat je daar een andere structuur misschien wel voor zou kunnen vinden die veel beter werkt, zodat scholen dat samen kunnen doen. Ja, 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 dus jullie zijn het eens eigenlijk. Het is erg veel geld, veel te korte tijd. En het is helemaal niet duidelijk dat het de problemen gaat helpen. Ja, en dan mag ik daar dan nog iets aan toevoegen, want dan zijn er wel een paar dingen die wel vastgelegd zijn waar we het aan uit moeten geven. Bijvoorbeeld, wat ik heel irritant vind, voor de universiteiten is besloten dat het collegegeld hierom nu gehalveerd is. Prima, ik heb ook twee studerende kinderen, maar ik heb dat niet nodig. En heel veel mensen hebben dat niet nodig. Vind ik eigenlijk ook zonde. Dat geld hadden we misschien wel beter kunnen gebruiken als je dat ook met meer beleid verdeelt. Onder andere, ja. Ja. So far, so good. Ja? Hoe bedoel je so far, so good? Nee, ik ben het hiermee eens. Ja. Ik zit in de Raad van Toezicht van de Wageningen Universiteit. Ja. Mijn oude universiteit. Ja. Die universiteiten zijn natuurlijk grote professionele organisaties. En nadat ze met de hele medezeggenschap en de studenten hebben gesproken, komt er echt wel een plan wat geld uit te geven. Dus mijn zorg zit veel meer bij het funderend onderwijs, waar jij het ook over hebt. Dus basisonderwijs, middelbare scholen.
En basisonderwijs nog weer meer dan middelbare scholen. Gewoon, dat heeft gewoon te maken met schaal. En dan scholen die toch al heel veel problemen en lerarentekort hebben. Ja, natuurlijk het grootste probleem is op dit moment in het onderwijs gewoon lerarentekort. Nou, dat 8,5 miljard helpt dan niet, is mijn korte stelling. Ja. Wel structureel verhoging van de salarissen in het basisonderwijs. Voor de volgende 10, 20 jaar, zeg maar. Ja. Ja, dus echt serieus. En gelijktijdig overigens ook de kwaliteitseisen aan leraren durven verhogen. En aan de opleidingen van leraren. En echt een serieus gesprek aangaan met leraren in basis- en voortgezet onderwijs over een lerende cultuur. Want een van de dingen die uit dat boek komt, is dat dus vroegere generaties, ik beschrijf daarin 4 generaties, vroegere generaties in het onderwijs leerden heel veel en bleven doorgaan met leren. Actes bijhalen, diploma's, etc. Het was een enorm lerende cultuur. En dat is na de jaren 80 gewoon verdwenen. En dat is dus ook echt. Ze moeten ook. Ik werd geïnterviewd door het onderwijsblad van de Onderwijsbond. En ik probeerde daar die 2 punten te maken. Ik zei, ja, ik ben voor salarisverhoging in het onderwijs. Zeker voor het basisonderwijs. Maar ik vind dat we ook gesprek met elkaar moeten voeren over de kwaliteit van leraren en van lerarenopleidingen. Nou, dat eerste viel goed bij het onderwijsblad. Het tweede nog wat minder. Maar dat gesprek moeten we dus ook. En ik zou heel graag willen dat leraren daar zelf ook het voortouw in nemen. Het is hun beroep. Het is hun vak. En dat beroep is gewoon in aanzien echt gedaald. Ja. Ook dat zie je in dit boek terug, hoe de leraren nog vroeger op een voetstuk stonden. Er werden ook heel veel eisen aangesteld. Ze verdienden ook heel goed. En in de jaren 80 is het op al die 3 die punten. Ze verdienden minder, het aanzien was minder. En ook gewoon de erkenning voor het vak. Hoe komt het nou dat, ik probeer te begrijpen, het gesprek probeer ik ook te laten gaan over het vertrouwen in de overheid en politiek. Hoe komt het nou dat dan zo'n bedrag zo kort en zo kortzichtig ingezet wordt? Waar komt het vandaan? Heb jij enig idee hoe dat komt? Zeg maar? We hadden toch ook, als je 8,5 jaar eruit kunnen smeren over een jaar of 10. Ja, nou er zit. Dit gaat heel technocratisch klinken, maar dit is hoe ik begrijp dat het is ontstaan. Ja. Het ministerie van Onderwijs heeft gelobbyd voor meer geld, want er waren achterstanden ontstaan. So far, so good. Toen zei Financiën, we doen niet structureel geld. En dat hebben ze de afgelopen paar jaar eigenlijk tegen alle ministers gezegd die kwamen pleiten voor meer geld. Financiën zei, niet structureel. Nee, dat is minister Wopke Hoekstra in dit geval dan. Ja. Ja, maar waarom willen ze dat niet? Omdat dan komt het terug in de structurele plaat en dan zie je het dus dadelijk terug bij, zeg maar, nou eigenlijk bij de stukken die nu bij de formatie op tafel liggen. Ja. Dat alles wat eenmalig is, dat verdwijnt op een gegeven moment uit de systematiek. De lange termijn plaat. Ja. En dat geeft dus problemen. Dus als het uit de opstelling verdwijnt, dan ontstaat er weer ruimte voor een nieuw kabinet. Dus ja. Het kabinet heeft gewoon heel bewust gezegd, wij hebben liever, zei Financiën tegen Onderwijs, dat je heel veel geld vraagt, maar tijdelijk, dan dat je, ook al kom je met een veel kleiner bedrag, maar structureel. Geen structurele bedrag. Geen goede plannen maar zijn. Ik snap dat wel. In dit geval. Ik snap dat het logisch is dat als je van een crisis wil bijkomen en daar compensatie voor wil geven, dat je daar niet structureel voor compenseert, maar dat je dat tijdelijk doet. Alleen 2,5 jaar is belachelijk. Dus maak daar dan 15 jaar van of zoiets. Dan kan je er wel echt wat mee doen. Maar ik begrijp wel dat dat niet in de structurele begroting terug zou moeten komen later. Mogen we het daar al over hebben? Ja, we mogen het over hebben, zeker. Oké, okay. Ja, want. Graag. Dat is wel iets wat ik heel raar vind als we het nou hebben over geld uitgeven. Wij als onderwijsinstellingen krijgen eigenlijk 2 dingen. Krijgen we heel veel tijdelijk geld. En dan moeten we ook heel veel tijdelijke contracten geven. En op die manier wordt het beroep, en dat zal waarschijnlijk ook weer gelden bij deze gelden waar we het nu over hebben, ook in het funderend onderwijs, met alleen maar tijdelijke houtje-touwtje contracten, wordt het beroep echt veel minder aantrekkelijk. En dat zie je ook voor een universitaire carrière. Dat is gewoon helemaal niet meer leuk als je dat iedere keer zo aan elkaar moet knopen. En dan is er iets anders. Op universiteiten is het budget per student, het structurele budget, wij hadden het er net ook al even over, het structurele budget per student is gehalveerd in de afgelopen 17 jaar. Mm-hmm.
Ja, waardoor het dus veel lastiger is om goed onderwijs te geven. Maar wat ook ten koste gaat van onderzoek. Dus vroeger zat je op de universiteit en dan had je gemiddeld genomen de helft van je tijd besteedde je aan onderwijs. En de andere helft van je tijd aan onderzoek of management of allebei. En nu is dat, we zijn echt bezig met noodplannen om ervoor te zorgen dat iedereen wel tenminste nog anderhalve dag per week heeft. En dat is al echt veel. Anderhalve dag? Aan onderzoek. En dat onderzoek, wij weten gewoon, dat is de basis voor onze kennis, voor innovatie. De kennisontwikkeling hebben we ook weer nodig voor goed onderwijs, maar ook voor innovatie. En het is gewoon bekend dat het rendement op de investeringen in dat onderzoek, dat is op de lange termijn positief. Alleen, ik denk dat in de korte termijn politiek speelt dat niet zo'n grote rol. Maar die lange termijn rendementen, die zijn gewoon echt ontegenzeggelijk heel erg positief. En als je ze vergelijkt, ook als er straks wat inflatie komt met de huidige rentestanden. Ik weet wel waar ik mijn geld op zou moeten inzetten. Hetzelfde geldt trouwens, en dan niet alleen op de universiteit, maar over de hele linie, voor onderwijs. Ieder jaar onderwijs dat iemand krijgt, geeft voor die persoon en voor de maatschappij gemiddeld een rendement van 8%. Dus het is heel. En dat gaat dan eigenlijk alleen nog maar over het economisch rendement. Hè? Want onderwijs, onderzoek trouwens ook, maakt de wereld ook mooier, interessanter, maakt mensen blijer, heeft effecten op gezondheid, op welzijn, op criminaliteit, op nog veel meer. Daar is allemaal onderzoek naar gedaan. Dus investeren in onderwijs en onderzoek is iets wat je eigenlijk nooit niet zou moeten doen. En als je kijkt, jij zegt van ja, maar we geven al zoveel geld uit aan van alles, maar niet hieraan. Want als je kijkt hoe wij achterlopen, zelfs op België, met geld uitgeven. Dat schijnt een ding te zijn, dat we nu ook onder België. Hoe wij achterlopen met hoeveel geld wij besteden aan onderwijs en onderzoek, dat is echt beschamend. En dan kan je zeggen, ja, maar de bedrijven betalen niet. Dat is misschien deels ook zo. Hè. Die geven ook normaal geld uit aan onderzoek. Maar het is wel zo dat publieke investeringen, die werken ook, werken in de hand dat bedrijven ook meer gaan investeren. Daar is ook heel veel bewijs voor. Dus alles duidt erop dat we aan één ding, of eigenlijk aan twee dingen, echt te weinig geld uitgeven, wat doodzonde is. En dat is onderwijs en onderzoek. Ja. Ja, als investering, zeg je. Je gebruikt het woord investering eigenlijk net. Ja, investering in de toekomst, maar economisch rendement in vooruitzichten voor een land. Ja, want er zijn mensen die het als een soort consumptie zien. Die hebben ook zoiets van, ja, waarom moeten wij betalen aan die elite die naar de universiteit gaat? Maar het is best verstandig om daaraan te betalen als land. Want juist doordat er een bepaald percentage van de bevolking hoger onderwijs en goed, kwalitatief goed hoger onderwijs krijgt, kunnen wij ook economisch groeien en hebben wij een hogere welvaart. En juist doordat die kennisinstellingen bestaan, hebben we ook dat onderzoek op basis waarvan we weer kunnen innoveren. Ja, dus wetenschappelijk onderzoek is geen luxe consumptiegoed voor een deel van de bevolking. Maar mits je het eerlijk verdeelt natuurlijk over de hersenen van de bevolking die de capaciteit hebben. Ik bedoel, en niet het ook alleen aan de elite uitgeeft natuurlijk. Zeker, ja. Mits je het toegankelijk maakt. En dat is trouwens in Nederland wel behoorlijk goed geregeld. Mits je het toegankelijk maakt voor iedereen die het talent. En nou zeg je ook, ja, ik begrijp best wel dat het ministerie van Financiën, zo is dat tot stand gekomen, 8,5 miljard, het moet er in één keer in en moet er ook in één keer weer uit. Hè. Ik begrijp eigenlijk best dat het niet langdurig erin, dat ze niet willen dat het langdurig verschijnt in de meerjarenbegrotingen van de volgende decennia. Maar dat begrijp je eigenlijk niet. Je vindt eigenlijk dat het zou moeten. Nee, ja, ik begrijp dat. Jij denkt gewoon, die 8,5 miljard pik-in, die hebben we vast. En nu structurele bedragen. Ja, ik ga ervan uit dat nu niet meer wordt afgepakt. Nee, maar stel dat ik minister van Financiën was, dan zou ik denk ik wel dat compensatiegeld voor de coronacrisis zou ik wel tijdelijk maken. Want dat is in principe ook alleen maar tijdelijk nodig. Ja.
maar wel heel lang, misschien wel 20 jaar. En tegelijkertijd bepleit ik dat er wel meer structureel geld naar onderwijs en onderzoek gaat, wat wel in de vaste... Misschien vraag ik dit ook wel de oud-minister van Financiën, maar ook de oud-voorzitter van de enquêtecommissie over onderwijs uit 2008. Dat onderwijs als investering. En je net zei over ja, de inflatie komt er misschien wel weer aan, maar hè, is dat een reële optie? Is dat nee, ik vind onderwijs is een investering. Ja. Ik bedoel, sommige dingen... Onderwijs is als je het gaat hebben over publieke investeringen, dan zie je altijd dat alles wordt daar dan ondergeschoven. En dan is meteen de discussie weer dood. Dus dan is gezondheidszorg is ook een investering. Dat is ook een verhaal over te houden. Enzovoort, enzovoort. Voordat je het weet, de hele Rijksbegroting. Ja, precies. De kop, investeringen. Maar voor onderwijs is de casus toch wel vrij sterk. Ja. Ik bedoel, dat zie je gewoon ook terug in zeg maar, alle vergelijkingen van welke landen hebben nou gewoon goed onderwijs en investeren daar ook goed in. Wat overigens niet altijd hetzelfde is. Sommige landen geven er veel aan uit, maar scoren eigenlijk slecht op de kwaliteit van onderwijs. Ja, dat zie je ook gewoon terug in potentiële groei van een land, hè, waar we altijd naar kijken. Wat is nou eigenlijk de potentiële groei van landen? Nou, vergrijzing drukt hem altijd. Onderwijsuitgaven en goed onderwijs vergroot je potentiële groei. Dus dat is vrij onomstreden. Dan kun je natuurlijk altijd over twisten van hoeveel. En wat ik interessanter vind, waaraan eigenlijk? Dus ik heb twee bezwaren met die 8,5 miljard. Het is te veel eenmalig, wat volgens mij echt gewoon verstorende effecten heeft in scholen. Ik hoor er echt dramatische verhalen over. Dus men weet niet wat ze met het geld moeten doen. Wat voor verstorend effect dan? Nou, ze gaan nu bureaus inhuren die dan bijles aanbieden waarvan de kwaliteit gewoon volstrekt niet vaststaat. Kijk, daar hebben we ook geen toezicht op Nederland. Hè? Dus ik hoor ook over concurrentie met leraren dat private bureautjes in bijles leraren wegkopen uit scholen. Uiteindelijk minder leraren beschikbaar zijn per saldo. Het wordt dus voor leraren aantrekkelijk gemaakt om als ZZP'er in dienst te komen van een bureau die hen vervolgens plaatst bij scholen. Die scholen betalen dus veel meer. Dat kunnen ze nu, want ze hebben 8,5 miljard. Maar die leraar was tot voor kort gewoon in dienst van een school. Ja. Tel uit je winst. Ja. Nee, dus dat heeft echt gewoon perverse effecten. Dus, maar er zit ook geen agenda achter. En dat vind ik eigenlijk nog veel zorgwekkender. Dus we praten nu toch al vrij lang in Nederland. Toen wij ons rapport uitbrachten in 2008... was eigenlijk voor het eerst er een PISA-onderzoek uitgekomen. Dat is internationaal vergelijkend naar hoe doen leerlingen het. Een soort scoringstafel. Een aantal basisvaardigheden, zodat dat vergelijkbaar is. Dan kun je nog over twisten. Ja, maar onderwijssystemen zijn heel verschillend in landen, dus kun je het wel vergelijken. Oké, prima, dan kijken we daar niet naar. Dan kijken we alleen naar hoe Nederlandse leerlingen het in dat PISA-onderzoek doen. En dat gebeurt elke 3 jaar. Dus je kunt zien, doen ze het nou beter dan 3 jaar geleden, dan 6 jaar geleden? Dus toen wij ons onderzoek uitbrachten in 2008, zag je voor het eerst dat Nederland het minder deed ten opzichte van zichzelf 3 jaar daarvoor. Die trend is sindsdien elke 3 jaar herhaald. Ja. Dus mijn probleem is niet dat Aziatische landen inmiddels het beter doen dan ons. Dat prima, succes, ik wens ze al het beste. Het probleem is dat wij het elke 3 jaar weer slechter doen in die vrij elementaire testresultaten van PISA. Dat weten we al heel lang. Dat zeggen we tegen elkaar. En is er nou een gevoel van urgentie? We moeten dus de kwaliteit van het Nederlands onderwijs op de een of andere manier opkrikken. Wat is daarvoor nodig? Welke plannen? Wat gaan we doen? Goede plannen. Ja. Daar zijn we weer. Het geld is er wel. Nu nog de goede plannen. Ja, ja en daar wil ik nog wel één ding aan toevoegen. Want eigenlijk zijn wij het eens. Dus nu ga ik nog proberen dat iets in deze talk ook helemaal niet erg. Dat is zelfs wel gedeeltelijk de bedoeling. Ja. Nou ja, we zijn het toch eens. Ja. Volgens mij zijn we het eens. Maar wat ik denk, want die PISA-scores en trouwens ook de CITO-scores en zo, die zijn ook heel eenzijdig. En dat is voor de ontwikkeling van een heleboel kinderen, maar ook voor de ontwikkeling van onze economie, helemaal niet zo goed. Want die gaan alleen maar over cognitieve vaardigheden. En het beroepsonderwijs is niet zo populair. En ik denk, daar hebben we wel veel mensen nodig. En tegenwoordig gaat geloof ik nog maar 5% van de VWO'ers bijvoorbeeld gaat naar het HBO. En de rest gaat naar de universiteit. Dus van degenen die een vervolgopleiding gaan doen. Het HBO is niet populair, heeft niet de status die het wel zou verdienen. En dat komt denk ik ook omdat we er helemaal niet naar kijken. Ik bedoel, als er nou een CITO-score zou zijn, ook nog voor
iets met je handen. Of, dan zouden ook veel meer kinderen goed tot bloei komen en gezien worden en gewaardeerd worden. Maar je ziet dat toets is louter cognitief. Is louter cognitief. En niet op vaardigheden. Ja, en wat je meet, daar gaan mensen op richten. En, wat je meet gaan mensen belangrijk vinden. Dat gaan mensen belangrijk vinden. En ook als je dan een middelbare schoolkeuze doet, dan is eigenlijk de enige optie die er is, wel in vier soorten in de beroepsopleidingssfeer, is VMBO. Maar dat is dan wel net ook, er is niet een hogere versie of zo van het beroepsonderwijs. Dus dat is dan ook vaak een negatieve keuze voor mensen. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke verandering is, die en economisch en voor het gevoel om erbij te horen en waardering te krijgen. En misschien ook wel tegen de tweedeling in de samenleving en tegen het wantrouwen, zou dat volgens mij een belangrijke maatregel zijn. Dan noem je net nog iets anders. Dan wil ik even ook naar de voorzitter van de aanpak coronacrisiscommissie, die hier aan deze kant zit. Je noemde iets anders. Je zei, er zijn natuurlijk allerlei vaardigheden die leerlingen en jongeren hadden moeten leren in de coronatijd. Maar dat kon niet, want ze waren niet op hun onderwijsinstellingen aanwezig. Dus je moet leren lezen en schrijven, maar ook allerlei andere vaardigheden moet je aanleren, zoals sociale vaardigheden. En dat is ernstig, want dat is een grote achterstand die mensen onder de 18 of onder de 25 nu hebben. Terug naar de inrichting van de besluiten die we nemen over als overheid die de burgers erg raken. Ik heb vanaf het begin van de crisis eigenlijk steeds benadrukt dat in mijn ogen de samenstelling van het OMT veel en veel te beperkt was. Ja. En dat er geen pedagogen in zaten bijvoorbeeld. Of geen jeugdpsychologen. En dat dat wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn in het nemen van die besluiten. Hoe kijk jij daarnaar? Daarna ga ik graag naar de voorzitter van de. Ik ben het er. Die moet kijken naar de aanpak van de afgelopen anderhalf jaar. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik heb dat ook best vaak gezegd afgelopen tijd. En je zei het ook weer bij de introductie van het academisch jaar van de VU. Ja, ik denk dat er niet voldoende rekening mee is gehouden wat het dichtgaan van onderwijs of alleen maar online onderwijs geven, wat dat doet met deze generatie, dus alle kinderen, er is zelfs voorschoolse opvang, denk ik, waar dat, daar is ook al bewijs voor, trouwens met onderzoek, dat negatieve effecten heeft gehad. Dus kinderen vanaf 2 jaar tot zeg 24 jaar, dus echt een hele generatie, heeft hier schade door opgelopen. Wat voor schade dan? Ten eerste dus, het verschilt een beetje. Kinderen op de basisschool zijn ook cognitief achteruit gegaan, gemiddeld genomen. En vooral kinderen, dat is dus heel ongelijk verdeeld. Vooral kinderen met een minder goede sociale positie. Ja, zeker. Ja. Op de universiteit is het vooral het sociale deel, het emotionele deel. Er zijn heel veel psychische problemen ontstaan bij jongeren. Wij hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Echt, op een gegeven moment gaf 1/3 van onze studenten zijn leven een onvoldoende. Er was ook heel veel sprake van depressie en van echt grote psychische problemen. Maar daarnaast hebben ze zich gewoon minder kunnen ontwikkelen. Dat komt niet alleen doordat wij dicht waren, maar alles was dicht. Een student heeft gewoon ruimte nodig om, eigenlijk wij zeggen op de VU in een driehoek, a broader mind noemen we dat, om kennis te ontwikkelen, zich persoonlijk te ontwikkelen en een maatschappelijke oriëntatie te ontwikkelen. Ook nadenken, wie ben ik, waar ben ik goed in, waar ben ik minder goed in, wat wil ik ontwikkelen, welke rol ga ik spelen in deze maatschappij, hoe verhoud ik me tot andere mensen. En die persoonlijke ontwikkeling, hoe ga je om met diverse perspectieven, hoe werk je in een team, et cetera, et cetera. Dat heeft allemaal stilgestaan. En dat zijn hele belangrijke inputs voor iemands welzijn, maar ook voor iemands waarde op de arbeidsmarkt. Marjan Koopman zei het hier vorige 2 zondagen geleden hier in deze zaal ook al. Die zei ook van eigenlijk is het te een lid van het OMT dat het te smal was samengesteld. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, moet ik even uitleggen dat ik werk dus, dat is mijn dagelijks werk, bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ja. En wij zijn door het kabinet gevraagd om de kabinetsaanpak in de coronacrisis te evalueren.
Dus misschien hebben jullie iets gewoon lezen over dat Engelse onderzoek wat deze week uitkwam. Nou, zoiets, maar dan beter natuurlijk. Doen wij bij de OVV. Ik las ook iets van KPMG, maar die hebben natuurlijk een commercieel belang ook nog veel bij. Dus dat is heel wat anders. Ja. Maar, dus, maar nee, maar dat maakt voor mij nu even lastig om nu vrijelijk te gaan speculeren. Was het OMT nou goed samengesteld of niet? Hadden de scholen wel niet dicht gemoeten, et cetera. Dat zou ik gewoon onzorgvuldig vinden, want dat komt allemaal terug in dat onderzoek. Maar dan is het eigenlijk des te belangrijker dat we jou voeden met allerlei ideeën wat er misschien niet goed is gegaan, toch? Zeker, maar die ideeën zijn er echt meer dan genoeg, maar kom maar. Ja. Nou, het enige wat ik dan nog wil zeggen, want ik heb het nu vooral gehad over die generatie. Maar er is heel veel onderzoeksmateriaal wat ik je met alle plezier zou geven. Wat laat zien hoe dit nog decennia lang voor deze generatie negatieve effecten zal hebben op allerlei economische uitkomsten voor hen. Maar dus ook, omdat we gewoon met z'n allen minder menselijk kapitaal hebben, economisch grote effecten zal hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat dat allemaal onvoldoende is meegenomen. Ik heb het een paar keer ingebracht en ook wel eens besproken. En mij werd er, nee hoor, daar letten we ook op, daar denken we aan. Ik denk het niet. Ik denk dat dat niet voldoende is meegenomen wat de lange termijn effecten zijn van sommige maatregelen. Nou, wat wij doen in ons onderzoek is van die grote besluiten. En dit was natuurlijk een van de grootste besluiten, scholen sluiten. Kijken hoe men nou eigenlijk tot die afweging is gekomen. Dus was er toen materiaal op tafel van wat betekent dit eigenlijk voor ontwikkeling, welzijn van kinderen? Maar dit is maar één voorbeeld. Hoe is er omgegaan met verpleeghuizen? En de veiligheid en de gezondheid van mensen en de werkenden in verpleeghuizen. Ja. Enzovoorts. Wij gaan de bejaarden in verpleeghuizen. Ik zeg er ook meteen bij, wij zijn niet een wetenschappelijke instelling die wetenschappelijk gaat aantonen wat de schade is geweest. Dat gaan jullie doen waarschijnlijk en alle andere kennisinstellingen in Nederland. Er zal nog heel veel onderzoek gebeuren. Wat wij proberen te reconstrueren, en gelukkig krijgen wij toegang tot alle documenten. We hebben inmiddels alle hoofdrolspelers geïnterviewd. Tjonge. Is gewoon te reconstrueren. Ja. Hoe ging dat nou, die besluitvorming? Op welk moment kwam onderwijssluiting op tafel voor het eerst? Er zat heel veel tijd tussen en dan wordt er een besluit genomen. Met wie is toen gesproken? Zijn dit soort afwegingen überhaupt gemaakt? Ja, ik ben zo heel benieuwd. Wat waren nou de doorslaggevende redenen om? Ja. Ik zeg er ook maar bij, niet om, maar even om de verwachtingen te managen. Het thema is zo groot. Ja. De maatschappelijke impact is natuurlijk overal geweest. Op ieder maatschappelijk gebied. Ja. Wij gaan niet op al die onderdelen de diepte in. Hè? Dus ik ben ook aangesproken door mensen uit de cultuursector die hetzelfde zei als jij. Nou, we willen je graag voeden met de impact voor de cultuursector. Ja. Nou, daar ben ik van overtuigd dat die er is. Laat dat ook vooral, werkt dat vooral zelf verder uit. Wij zijn vooral geïnteresseerd in hoe nou die besluitvorming in Den Haag is gegaan. Maar het OMT speelde daar een grote rol in. Daar speelt het OMT natuurlijk een hele grote rol. Dus ik neem ook aan de samenstelling van dat OMT en hoe dus besluit of wel alle informatie meegenomen is die of mee had kunnen nemen. Ja, ja, maar nu begeef ik me al op de inhoud van het onderzoek. Dus je trekt me er zo. Ja. Kijk, daar kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. Is het eigenlijk wel de rol van de OMT om te besluiten? Volgens mij niet. De besluitvorming vindt ergens anders plaats, namelijk in een politieke arena, in het kabinet en daarna met toezicht van de Tweede Kamer. Wat is de rol van het OMT? Het is gewoon van tevoren geregeld. Daar zitten virologen in, epidemiologen, een aantal specialismen, zoals ouderengeneeskunde. En die kijken dus ook, dat is ook hun rol, vanuit die blik. Ja. Nou, dan kun je zeggen, voor de toekomst moet dat anders. Er moeten alle belangen daarin. Je kunt ook zeggen, nee, laat hun nou dat advies geven. Maar daarna moet het kabinet zich ervan vergewissen. Als je bepaalde keuzes maakt, heeft dat enorme maatschappelijke impact. Hoe weeg je dat? Ja. Nou, daar gaan we naar kijken hoe ze dat gedaan hebben. Punt. Ja, dus of het OMT was niet goed samengesteld. Of, ik bedoel dat ik wil jou geen conclusies in de mond leggen hoor. Maar je kan dus aan de ene kant kijken naar de samenstelling van het OMT. En aan de andere kant naar de rol die in de besluitvorming werd gegeven aan dat OMT. Want je kan het ook zien als één input. En dat daarnaast had je dan een economenclubje gehad en een pedagogenclubje, et cetera, om te kijken om de andere perspectieven in te brengen.
Dat zou een andere oplossing zijn. Trouwens, verzachtende omstandigheden is wel dat het kabinet zat in een, zeker in het begin, in een acute crisis. Ja, dat snap ik ook. Dus naarmate het langer duurt, kun je dit soort dingen opzetten. Ja. 18 maanden later kan je het woord acuut natuurlijk niet meer gebruiken. Ik denk ook dat het ook interessant is om niet alleen te kijken naar het besluit om het onderwijs te sluiten, maar vooral ook naar de timing daarna, wanneer zaken weer open zouden kunnen. En dat was dan wel in tijden dat de crisis ook wat minder acuut was. Ook? Ja. Ik zeg niks meer. Ik begrijp ik zeg ook niks meer. Maar dan zijn we ook... professor van Praag krijgt gasten, dus die moeten ook vandoor. Zo. En daar let ik even op. En we zijn ook weer andere gasten hier aangeschoven. Dus hier laten we het even bij voor wat betreft OMT. En voor is de rol van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die dit gaat doen. En de dagelijkse bezigheden die jij daarin hebt. Misschien één laatste vraag erover. Voorganger Pieter van Vollenhoven die zei echte... Dat onderzoek dat moet echt onafhankelijk zijn. Hè? Dat pleit hij steeds voor. Dat mag niet onder controle staan van de ministeries. Want de slager kan niet zijn eigen vlees keuren. Ja. En dat is iedere keer weer, zegt hij, een probleem. Hè? Bij al die inspecties. Dus hoe kijk jij daarnaar als opvolger daarvan? Nee, ik ben het er zeer mee eens. Kijk, die onderzoeksraad is echt een vrij unieke instelling. Ja. En die heeft een eigen wet, de Rijkswet op de Onderzoeksraad. Daar staat precies geregeld in wat ons mandaat is. Heeft van Vollenhoven jaren voor gestreden. Hè? Absoluut. Ja. Nee, dus echt, ik ben... zeker sinds ik bij de OVV werk, een groot fan van Pieter van Vollenhoven. Die verdient echt heel veel lof dat hij tegen alle Haagse belangen in heeft gezegd... de overheid verdient een onafhankelijke onderzoeksraad. Ja. Die als dingen echt fout zijn gegaan, dat is wel ons startpunt. Daar kun je van alles van vinden. Hè? Het kalf is dan verdronken. Maar goed, als er echt een flinke crisis is geweest... of een groot ongeluk of een ramp... dan hebben we een onderzoeksraad die gewoon... Oké, iedereen even rustig, allemaal aan de kant. De onderzoeksraad gaat nu kijken, wat is hier nu gebeurd? En ik zeg er ook elke keer bij, niet om schuldigen aan te wijzen... want dat is echt veelal destructief in het leren. En dat is veel interessanter. Wat kunnen we dan eigenlijk van leren voor een volgende keer? Bijvoorbeeld als het gaat om onderwijssluiting. Nou, jij hebt je conclusies misschien al getrokken. Wij gaan daar misschien met conclusies komen op dat punt, snap je? Maar... er zijn echt wel lessen te leren. Dit was een gebeurtenis die we sinds de Eerste Wereldoorlog of nog langer terug... een pandemie van deze omvang niet hebben gekend. Nee. En dat zag je ook in heel veel dingen terug. Dus laten we er deze keer nou wel van leren... en die kennis ook behouden en vastzetten en bewaren. Maar dat onafhankelijk en aparte wet hebben en zo, hè, voor zo'n instituut is van belang. En dat is ook mijn brug naar het volgende stuk van het gesprek natuurlijk voor mij. Dat is natuurlijk gedeeltelijk ook wel een probleem met het aanhangig maken van problemen binnen Belastingdienst of binnen openbaar bestuur. Dat je uiteindelijk weer terechtkomt bij een beoordelaar die min of meer zijn eigen vlees aan het keuren is natuurlijk in de overheid. Als je intern dingen aanhangig maakt, bedoel je? Ja, intern. Maar ook als je als slachtoffer van een toeslagenschandaal... en je recht probeert te halen. Ik weet niet of ik je vraag helemaal goed begrijp... maar in principe ga je dan inderdaad in Nederland eerst in... teken je bezwaar aan bij diezelfde instelling. Precies, exact. Ja. En die instelling moet dan natuurlijk die bezwaarprocedure... wel zorgvuldig apart zetten. Nou, lukt dat eigenlijk wel bij de kinderopvang toeslagen... affaire is dat dus duidelijk niet goed gegaan. Dan zag je ook dat heel veel kennis en informatie gewoon werd uitgewisseld tussen de behandelende ambtenaar en degene die het bezwaarschrift beoordeelde. Dus daar was de onafhankelijkheid al in het geding. Dan heb je gelukkig nog een rechter. En daar is natuurlijk in deze affaire ook heel veel over te zeggen. Er is net een rapport over uitgekomen, ook weer van de Raad voor de Rechtspraak. En uiteindelijk is er een uitspraak gekomen van de Raad van State die het hele zaakje heeft gestopt en de ommekeer in gang heeft gezet. Maar dat was wel, toen waren we wel 16 jaar verder, geloof ik. Ja. Goed, die onderzoeksraad heeft een van onze belangrijkste dingen die ook in de wet staat. Wij mogen gewoon zelf een onderzoek starten. Ja. Dus in het coronageval kregen we het verzoek van het kabinet. Maar we hadden, ook voordat we het verzoek van het kabinet kregen, al een team ingericht van mensen om deze crisis te gaan volgen. Begeleiden. Om vast te leggen. Wat gebeurt er nou allemaal? Ja. Dus toen we dat verzoek kregen, zeiden wij prima. We hebben ook gezegd, je mag een verzoek aan ons sturen... maar het mag maar één regel zijn. Ik wil geen instructies. Niet van dit niet. Of je moet daarnaar kijken. Snap je? Dus dat is altijd
dat is heel vaak het probleem als ministeries een onderzoek vragen, bijvoorbeeld aan universiteiten, dat ze onmiddellijk gaan sturen op, het moet wel daarover gaan en niet dat. We willen wel dat de uitkomst daarna wijst en niet die weg ingaat. Dus dat, als wij al verzoeken krijgen van ministeries, kan ook van de Kamer zijn. Dan zeg ik altijd, ik wil maar één verzoek, namelijk wilt u het onderzoeken, punt. En wij gaan over de onderzoeksvragen, wij gaan over de breedte en de diepte. Wij geven ook geen termijn af, dus krijgen voortdurend de vraag, wanneer komt jullie onderzoek? Ja, als het klaar is. Dat is echt heel belangrijk om die drukte af te houden. Wij onderzoeken de crisisaanpak van het kabinet. Als mensen later zeggen, ja, maar je hebt het verkeerde onderzocht, prima, dan kun je ons aanspreken. Maar we hebben het wel onafhankelijk gedaan. Ja, mag ik nog één ding rechtzetten? Ik vind dit heel verstandig, maar jij zei dat ik mijn conclusie al heb getrokken. En als onderzoeker heb ik natuurlijk mijn conclusie niet getrokken voordat jullie je onderzoek hebben afgerond. Mijn hypothese is alleen de baten, zeg maar, van onderwijs misschien onvoldoende zijn meegenomen in de besluitvorming. Zal ik nu... Ja, nee, heel hartelijk dank. Meer in gepraat. Dank jullie wel. Voor de bijdrage aan dit gesprek. Hartelijk dank. Ik wilde even kijken naar een fragment van Alleen tegen de Staat als overgang naar het volgende deel van het gesprek. Documentaire van Stijn Bouma. Documentaire heeft hij zonder enige cent zelf gemaakt, met zijn cameraman in geïnvesteerd. Wij hebben de ruimte hiernaast ter beschikking gesteld en de koffie en de thee en de salon van de Bali. Heeft hij gedaan uit puur maatschappelijke bewogenheid en dat gemaakt. Ik vind een prachtige documentaire waarin die vijf moeders uit deze toeslagen, toestanden, schandalen, zover gekregen heeft om heel openhartig te praten over wat hun overkomen is. En daar gaan we even naar een heel klein stukje van kijken. Hij is ook, de VARA heeft hem aangekocht, helaas voor veel te weinig, dat zou de NPO beter moeten doen. Niet dat hij daar zijn documentaire uit kon betalen, zeg maar in ieder geval, ze hebben hem aangekocht en uitgezonden de dag voor Prinsjesdag. Wat ontzettend mooi is, maar hij is ook getoond aan de Commissie Financiën in de Tweede Kamer afgelopen woensdag. Deze vijf vrouwen zijn op bezoek geweest bij ons staatshoofd. Het heeft heel wat teweeg gebracht. Ik wil er even naar kijken en dan vragen of Sered Karabulut, hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Voormalig Kamerlid van de SP, tot aan de afgelopen verkiezingen woordvoerder Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, onder veel meer. Verder praten over waar we het helemaal in het begin van het gesprek ook even over hadden, over dat wisselen van die stemmingen in de politiek. En hoe komt het nou dat soms uitkomt bij de burger op een manier die voor de burger eigenlijk niet meer te verdragen is. En het wantrouwen van overheid in burger en burger in overheid. Dit nog even recapitulerend over het gesprek. We gaan hier heel even naar kijken. Ik weet niet of je vandaar wil kijken of van hier, maar Sered Karabulut, hartelijk welkom. Ja, een oud-Griekse klaagzang eigenlijk. Van een van deze vijf vrouwen. De afgelopen korte tijd zijn er vier rapporten gepubliceerd of uitgelekt. In ieder geval eentje van de Raad van Europa. En die zegt, Nederland moet af van de foute politieke cultuur en coalitiedwang. De Nationale Ombudsman schrijft klacht gegrond, maar geen oplossing over hoe de uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen, maar niet lukt om deze mensen te helpen. De Belastingdienst dreigt dezelfde fouten te maken. Er heerst een angstcultuur, er is zo'n kloof tussen medewerkers en leidinggevenden. Zo meldt een nog niet vrijgegeven rapport aan de Tweede Kamer dat er zelfs medewerkers waren die hun medewerking aan het rapport terugtrokken uit angst voor repercussies. Dan is er nog de Raad voor de Rechtspraak die de hand in eigen boezem steekt. De rechtseenheid en de rechtszekerheid hoger gesteld dan de rechtsbescherming van individuen, zegt de Raad voor de Rechtspraak. Lage rechters zeggen ze moeten vrijer voelen om zich tegen het oordeel van de hogere beroepsrechter in te gaan. Ze zeggen, nou ja, Den Haag heeft het gelukkig beter gedaan, Rotterdam heeft het gelukkig beter gedaan, maar de rest van het land heeft eigenlijk vaak... Als we dit zo horen en dan even teruggaand op... dan heb ik nog niet eens de ombudsman genoemd, maar die later de nieuwe bestuurscultuur is slecht omdat er nogal snel een afrekencultuur ontstaat, schrijft hij heel recent. Nou, dit is uit de laatste 10, 15 dagen. Hè. En nog even terug naar die zeg maar
En dan ben ik heel benieuwd als we met jullie als oud-Kamerleden en oud-politici en heel veel ervaring in het openbaar bestuur hebben. Hoe komt het nou dat dit ontstaan is, zeg maar? Dat we een idee hebben dat we dat heel veel van wat er uitgevoerd wordt richting de burger en waar de burger mee te maken heeft, zo ontzettend weinig rekening lijkt te houden met de belangen van die burger. Heb jij enig idee hoe dat, zeg maar, ontstaan is de laatste jaren? Of wat, en dan ten tweede natuurlijk, wat we dan zouden kunnen doen? Nou, het begint al bij, het ligt eraan hoe ver je terug wil gaan. En je wilt natuurlijk niet alleen over de kinderopvangtoeslag hebben. Nee, absoluut maar niet. We bouwen stelsels met goede bedoelingen. Ja. Om te proberen mensen bijvoorbeeld financieel te steunen. Die maken we vervolgens enerzijds heel erg verfijnd. Het moet allemaal eigenlijk precies zijn. Want je wilt natuurlijk dat het geld bij de goede mensen terechtkomt. Mm-hmm. Dat betekent dat het ingewikkeld wordt. Ja. Met ingewikkelde papieren, ingewikkelde procedures. En vervolgens accepteren we niet dat er fouten worden gemaakt. Hè, dus het fraudebeleid, zeker op het gebied van sociale zekerheid en toeslagen, was keihard. Gewoon geen fout. Kleine fout, alles terugbetalen. Ja. Ja. Wie zijn we die je denkt, accepteren we dat niet? Wat is je eigen rol daarin, meneer? We zijn hier nog steeds de hele tijd in gesprek, dus dank u wel. Maar, Het vindt wel een goede vraag. Ja. Nee, kijk, ik ben 12 jaar Kamerlid geweest, dus ik heb ook voor heel veel van die wetgeving gestemd. En als minister was ik formeel zelfs verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Ook, ja. Dus is het minister van Financiën. Daar kun je ook niet van weglopen en dat doe ik ook helemaal niet. Dus ik vind dit ook ongelooflijk ongemakkelijk. Als ik dat boek zit te lezen, dan herken ik 3/4 van wat erin staat, herken ik. Omdat ik op de een of andere manier daar niet letterlijk bij was. Maar wel wist dat het. Ik kan me het gewoon herinneren. Ik was er indirect bij of op de achtergrond bij. Dus daar voel ik ook een enorme verantwoordelijkheid voor. Maar als je het wil begrijpen en wil ontleden, hoe kun je het nou voorkomen? Dan begint het dus al met dat bouwen van enorme complexe systemen in Nederland. Waar heel veel mensen gewoon steeds meer moeite hebben om überhaupt nog te begrijpen. Hoe kom ik dan bij mijn recht? Ja. Laat staan dat ze nog kunnen begrijpen. En wat is dan mijn plicht? Of wat gebeurt er eigenlijk als ik een fout maak? En mensen komen daar gewoon totaal niet meer doorheen. En dat was in dit voorbeeld van die kinderopvangtoeslag echt stuitend. Ja. Verhalen over mensen die eindeloos hebben geprobeerd aan de Belastingdienst. En ik zeg het ook. Weet je, toen ik minister van Financiën was, hoorde ik wel over dat mensen steeds vaker moesten terugbetalen aan de toeslagen. Ik dacht dat dat altijd was omdat men achteraf gezien te veel had gehad. Bijvoorbeeld, er is iets veranderd in je inkomenssituatie of in je gezinssamenstelling en dan had je dat moeten melden. En als je dat te laat doet, moet je dat nog terugbetalen. Maar pas na mijn ministerschap heb ik begrepen dat als je dan in zo'n situatie komt, dat wordt gezien als fraude en je vervolgens voor straf alles van dat jaar moet terugbetalen. Dus ook de toeslagen waar je gewoon recht op had. Ja. En zo is het zo'n enorm drama geworden. Ik heb dat nooit geweten, dat het zo in elkaar zat. Moet je voorstellen dat dus mensen die niet al heel lang in Den Haag rondlopen en er niet voor hebben gestudeerd, dat die dat moeten weten, dat het zo werkt. Ja. Dus als je het wil hebben over oplossingen, dan is volgens mij in ieder geval een deel van de oplossing is, het moet minder complex. Mensen gaan echt kapot aan de complexiteit van wat de overheid aan het doen is. Dus wel, en nogmaals, veelal met goede bedoelingen. Het is allemaal bedacht om mensen te helpen. Dat terugvorderen dan uiteindelijk met terugwerkende kracht is harder dan wat je eigenlijk waar je geen recht op hebt, de rest ook, hè, waar je wel recht op had. Dat is natuurlijk niet met de beste bedoelingen bijvoorbeeld. Hè? Nee, maar dat is. Het is een roep om hardheid, zeg maar, die je soms inderdaad op aan alle kanten hoort. In de pers, in het publiek, in de Kamer, in de. Hè? Maar ik kan mij ook debatten herinneren naar aanleiding van de Bulgarenfraude. Daar was fraude gepleegd door mensen die in Bulgarije woonden en die hadden zich zogenaamd ingeschreven in Nederland en daarvoor allerlei toeslagen gekregen. Nou, dat was niet goed en daar moest ook echt wel wat aan gebeuren. Maar het was eigenlijk klein op het totaal van de toeslagen die in Nederland worden uitgekeerd. Mm-hmm. Nou, dat leidde tot debatten waar de toon in de Kamer was.
keihard aanpakken. Ja, hier, bij aanpakken komt altijd het woord keihard. Altijd. Voor, ja. En over, überhaupt... Daar geef ik me al heel lang aan, maar ja. In de, precies, want in, eigenlijk is dit een dagelijks patroon in de Kamer. Ergens heeft een media een schandaal blootgelegd. En ik meen, elke dag gebeurt dit. En dan gaan ze op zoek naar een Kamerlid om de reactie te halen. En ergens in de reactie van het Kamerlid zit altijd keihard aanpakken. Dus het is ook... Maar goed, doorbreek het maar eens. Om hè, in die want... jungle van de Kamer te overleven, moet dat ook. Want anders krijg je geen aandacht en word je uiteindelijk op een onverkiesbare plaats gezet in je fractie. Of is dat te cynisch van mij? Nee hoor. Nee? Ik denk dat... Nee, dat, nee. Dat klopt zeker voor een aantal partijen, voor een aantal posities. Absoluut, dat speelt mee. Ja. Dat mechanisme speelt mee. Dat mechanisme speelt mee in... het, als je zoekt naar de verklaring voor dit type reacties. Ja, ja. Ben jij het eens, gedeeltelijk met de analyse van Jeroen, dat het ook aan de, zeg maar, dat het met de beste intenties grotendeels is, maar dat het veel te complex is, omdat we iedereen precies willen bevoordelen en niet iemand willen bevoordelen die het niet recht op heeft, of zeg maar de complexiteit, dat dat een gedeelte van het probleem is voor uitvoerende instanties die door wetten aangestuurd worden, die door de regering en een beetje door de Kamer worden gemaakt? Ja, weet je, dit gaat natuurlijk helemaal niet meer om je recht zoeken of beschermd worden of wat dan ook. Dit is puur onrecht wat deze mensen is aangedaan. En als je dat fragmentje wat jullie net lieten zien, daar komt één woord heel vaak in terug. Vernedering. Dus je moet je afvragen, we moeten ons afvragen, iedereen vanuit de eigen positie, vind ik. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Ja, dat hoe kan het dat Nederland, die trots is op de democratie, op de rechtsstaat, zo ver is gekomen? Iedereen is daar eigenlijk trots en blij mee. Hè? Iedereen. Dat willen we ook, zeggen we ook te willen. Ik denk dat de meeste Nederlanders daar ook echt dat voor staan. Ja. Maar dat het toch het systeem zo ver is gekraakt, dat de rechtsstaat een deel van de mensen dus niet meer beschermt. Nee, dus dat we allemaal vol verwondering zitten te kijken naar deze mevrouw, is in vredesnaam mogelijk. Ja. Ja. En ik denk dat daarin kunnen we later nog op terugkomen, want ik wil toch nog even iets verder uitzoomen. Ja, graag. Ook de verklaring gezocht moet worden. Ja. Hè? Want terecht, jij somt al die rapporten op. Iedereen denkt, ja, maar hoe kan dit? Ja. Hè? Ja. We zijn hier al zo lang mee bezig. Er is een kabinet op afgetreden. Er zijn inmiddels verkiezingen geweest. Het had opgelost moeten worden, was ook de bedoeling. En toch is het ook niet alleen van dit jaar natuurlijk, het is al veel langer. Zeker niet, het is van vele jaren. Ik denk dat dat ook ermee te maken heeft dat ook het systeem en de mensen die dus in dat systeem moeten functioneren en binnen die kaders moeten zoeken naar oplossingen, gevangenen is geworden van zichzelf. Dat denk ik echt. Dus wil je dat doorbreken, zul je naar een andere constructie moeten zoeken. Maar ik denk niet, Jeroen, ik denk dat jij en individuen en partijen beslissingen nemen en hebben genomen, ook ik, met de beste bedoelingen. Maar ik denk dat dit verhaal veel verder en veel dieper gaat. Als ik even uitzoom en kijk naar mijzelf, mijn ervaring van de bijna afgelopen 15 jaar, is dat er, het is ook heel ideologisch te verklaren. Hè? Ja. Er is een tendens in de afgelopen decennia geweest van de terugtrekkende overheid. Hè? Want de markt die kon alles perfect regelen. Jij hebt je eigen verantwoordelijkheid en de staat die is daar om het evenwicht te bewaren. De investeringsbank werd verkocht. Precies. En wat vooral moest gebeuren is dat wereldwijd het kapitaal vrijelijk kon circuleren. En tegelijkertijd zien we eenzelfde ontwikkeling dat de bewegingsruimte van individuen en dan met name de mensen die het minst te besteden hebben, dus de minst kapitaalkrachtigen, sterk is ingeperkt. En in die ontwikkeling, je zag dat vanuit Thatcher, Reagan, de VS, Thatcher in de UK, is ook in Nederland de afgelopen decennia natuurlijk enorm veel op afstand gezet. Er zijn veel regels voor het kapitaal afgeschaft. Maar ook in de jaren, vooral in de jaren dat ik er ook zat, ervoor gekozen, dat is in de jaren 80 begonnen, om steeds meer toe te gaan naar een systeem waarbij je
uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. En dus ook een enorme wetten en regels zijn er opgetuigd, soms met alle ingewikkeldheden, om ervoor te zorgen dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid konden nemen. Waarbij de logica is dat wanneer het jou niet lukt en jij wel bij die overheid aanklopt, dat het eigenlijk jouw eigen schuld is. En ik druk het altijd uit als in straf de armen. Ik heb inderdaad al die debatten in de Tweede Kamer meegemaakt, waarbij uitkeringsgerechtigden, mensen met een laag inkomen, werklozen, eigenlijk zeker in die jaren, 2006, 7, 8, et cetera, ja, als potentieel fraudeur werden geframed. En vervolgens zijn heel veel wetten en regels ook aangepast. Aan het begin van het gesprek vroeg ik aan Jeroen Dijsselbloem, waar het wantrouwen van de burger in overheid en politiek. Ja, en andersom, zei je meteen. Klopt. Er is dus bijvoorbeeld de participatiewet. Een heel aantal wetten die de afgelopen jaren zijn ingevoerd, gaat uit van wantrouwen. Ja. En dat is denk ik ook. En die gaat gepaard volgens jou ook. Nog even, je zegt, we moeten wel uitzoomen ook naar het grotere plaatje. Dus vrijer bewegen van kapitaal. Ja, hè? En tegelijkertijd als andere kant van die munt, meer restricties voor mensen die het niet lukt om in die individuele beweging mee te komen. Ja, exact. Meer instructies als... Maar hoezo hangt dat samen? Want ik bedoel, dat is toch niet zo op zich zo heel logisch dat je dan... Nou ja, kijk, het hangt samen ideologisch. Het is ideologisch enorm gestuurd, hè? Mm-hmm. Het neoliberalisme, dat gaat ervan uit dat de markt zijn werk kan doen. Mm-hmm. En die moet je dus vooral de ruimte geven om het werk te kunnen doen. Dus als de burger daar niet mee kan komen... Vanuit die redenering zijn natuurlijk crisis ook opgelost, hè? De 2008 bankencrisis, nou, daar weet jij ook alles van. Die is natuurlijk ontstaan mede vanuit de deregulering en juist de vrije handelsgedachte. Maar die deregulering heeft een negatief effect op de uitvoeringscapaciteit van de overheid? En dus de burger... Nou ja, zo één op één hangt dat niet samen. Mm-hmm. Dat heeft met zich meegebracht dat vervolgens ook heel veel moest worden bezuinigd. In combinatie met de gedachte dat de burger zelfredzaam moet zijn en eigenlijk een soort van klant is geweest, heeft dat strenge wetten en regels met zich meegebracht. Vervolgens is heel bewust, ook inderdaad, die uitvoeringsorganisaties zijn heel bewust verwaarloosd. Het is eigenlijk... Ja, ze zijn uitgemergeld. Dat zie je nu ook bij de IND. Je ziet het bij het UWV. Je hebt te weinig personeel. Je ziet het bij de Belastingdienst. Te weinig personeel. Maar er werd ook geen belang aan gehecht, want het moest allemaal minder. De overheid moest zich terugtrekken. En dat versterkt elkaar. Hoe zie jij deze analyse? Net iets anders. Kijk, het ideologische deel is absoluut waar. Dus complexiteit is één factor. Maar er zit ook echt een lange ideologische agenda achter. Moet je teruggaan naar de... Even als voorbeeld, de invoering van de toeslagen was... Het toeslagenstelsel is bedacht door het CDA. Vanuit de volgende redenering, als mensen nou veel meer voelen wat de echte prijs van de zorg is en de echte prijs van wonen is, dan gaan ze daar ook bewuster mee om. Dus dan blijven bijvoorbeeld... mensen met een laag inkomen blijven niet in een duur huis zitten. Dus alles gaat beter werken, de markt kan ook beter zijn werk doen als mensen maar voelen wat de echte prijs is. En dan moeten we de mensen met een laag inkomen gaan compenseren met toeslagen. Dit was het denken vanuit het CDA, Ab Klink, Jan-Peter Balkenende, achter het idee van het toeslagenstelsel. Wat daarmee gebeurd is, is dat, dat wisten we overigens aan het begin niet, ik denk zelfs ook bij het CDA niet, dat inmiddels 6, 7 miljoen mensen in Nederland een toeslag hebben. Dus de hoeveelheid mensen die afhankelijk worden van de overheid, omdat ze gewoon steun nodig hebben om nog de zorg te kunnen betalen, om nog hun woning te kunnen betalen, is daarmee enorm toegenomen. Was vroeger, voordat we het toeslagenstelsel hadden, bijvoorbeeld hadden we de huursubsidie, was veel kleiner. Dus die groep is enorm veel groter geworden. Dus, en daar komt het deel waar ik het niet zo mee eens ben. Het is niet zo dat de Belastingdienst veel kleiner is geworden. De Belastingdienst heeft alleen maar taken erbij gekregen in de afgelopen decennia. Daar werken 30.000 mensen. Maar de opdracht aan die Belastingdienst werd wel steeds onmogelijker. Ja, dus het ging aanvankelijk was het idee, oké, je gaat ook toeslagen uitkeren. Dat was voor die Belastingdienst al ingewikkeld, want ze deden altijd geld ophalen. Nu moesten ze het gaan uitbetalen op basis van allerlei nieuwe regelingen en wetten. Maar dat die groep aan wie ze dat moesten uitkeren is dus geëxplodeerd. Omdat de kosten van de zorg steeds verder zijn gestegen, de kosten van wonen steeds verder zijn gestegen. En nu is dat weer volop gaande. Dus misschien moeten we ook gewoon er eens op een hele andere manier naar kijken. Waarom wil je eigenlijk
kunnen we niet het zo maken dat veel minder mensen afhankelijk zijn van steun van de overheid? Ik vind het eigenlijk heel raar dat zo'n beetje de helft van de Nederlandse bevolking niet gewoon op basis van zijn eigen inkomen zich kan verzekeren tegen zorg en huur kan betalen. Dat is, en dus je kunt ook zeggen, nou waarom grijp je niet in op prijzen? Dan druk je de prijzen weer. Dan hoeven mensen dus niet heel veel geld via een toeslag te krijgen om die hoge huurprijzen te betalen. Dan gaan we een beetje terug naar het oude huurbeleid. En die, maar die benadering van de mensen die dat nodig hebben, zeg maar, die de overheid nodig hebben als steun, dat die eigenlijk min of meer te wantrouwen zijn, want hun eigen ongeluk over zichzelf afgeroepen, maar in ieder geval niet in staat zijn om mee te komen in de, hey, in de liberale ordening. Hoe zie jij dat? Zeg maar dat wantrouwen. Nou ja, dat is dat zit dan weer minder bij het CDA en meer bijvoorbeeld bij de VVD, die toch in alle debatten over sociale zekerheid altijd gaan zitten op fraude. En op zichzelf denk ik dat ook de Partij van de Arbeid en de SP zullen zeggen, ja, mensen die er geen recht op hebben of misbruik, moet je natuurlijk tegengaan. Maar je zult ook gewoon met elkaar, en dat is in veel Kamerdebatten echt fout gegaan, moeten accepteren dat als je zo'n groot ingewikkeld stelsel opzet, zoals die toeslagen, en daar inmiddels miljoenen mensen gebruik van maken, dan zullen er dingen fout gaan. En veelal zijn dat overigens ook gewoon fouten en foutjes. Ja. En soms, en is, het ook, foutje, en soms is het ook fraude. Een foutje is soms ook niet zo erg, dat is eigenlijk wat je zegt. Nee, en er zit in die wetgeving rond toeslagen. Dat is, maar dat zeker accepteert rond die... de pers en de Kamer eigenlijk niet meer. Nee. Klopt dat? Nou ja, ja, ik vind dat lastig. Kijk, ik begrijp wat je bedoelt, hè, over die toonhoogte en dat het schokkend en dramatisch en weet ik veel wat. Woordeninflatie zie ik ook allemaal. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, die toeslagenaffaire, maar bijvoorbeeld ook, ik heb zelf met slachtoffers van Chrome 6 die ziek zijn geworden als gevolg van een werk bij Defensie. En werknemers van soldaten, werknemers militairen, werknemers van Defensie. Ja. Veteranen, ja. Ja. Heb ik heel lang opgetrokken, ja. En heel veel meegedaan. Dat is exact hetzelfde verhaal. Deze mensen, als ze geen volksvertegenwoordigers achter zich hebben, als ze geen pers achter zich hebben, dan zijn ze helemaal niet in beeld. Dus ik denk die hele toeslagenaffaire, als wij niet van die goede volksvertegenwoordigers hadden gehad, als daar niet zoveel persaandacht voor was geweest, als de Kamer niet de rol had gepakt die ze hebben gepakt, was dit, nou ja, het is nog steeds niet opgelost, was dit vermoedelijk ook allemaal niet aan het licht gekomen. Ik heb zelf ook die ervaring de afgelopen jaren, ik bedoel, dat gaat om oorlog en vrede. Een van de grootste dingen die je in de Kamer kunt bespreken. Daar is gewoon informatie afgehouden. Het gaat om bombardement bijvoorbeeld bij Hawija. Daar moesten we graven, duwen en trekken om de waarheid boven tafel te krijgen, terwijl er mensen onschuldig zijn gestorven. Vervolgens kun je daar van alles en nog wat van vinden. En natuurlijk mag je fouten maken, maar dit gaat toch ook om de houding van het politiek en bestuur en hoe men omgaat wanneer eenmaal duidelijk is dat er hele schadelijke gevolgen zijn voor groepen mensen. Daar gaat het ook om. Dat is waar, zeg maar. Nee, kijk, de Kamer speelt gewoon en een goede en een slechte rol. Ja. En ik vond het zwakke van het parlementaire onderzoek wat is geweest naar deze affaire, naar dit schandaal, dat die rol van de Kamer eigenlijk niet is onderzocht. Nu komt er een vervolg en hoop ik dat ze dat wel gaan bekijken. Maar dit schandaal, het toeslagen, ja. Kindertoeslagaffaire schandaal. Ja, de rol, ja, van de Kamer is daar niet bij betrokken in het onderzoek. En dit gaat dus over de periode waarin ik ook in de Kamer zat. Hè? Mm-hmm. Dus ik vind ook dat ook mijn rol en de rol van de Kamer moet worden onderzocht in het ontstaan hiervan, van deze problematiek. Ja. Dat gebeurde bij andere parlementaire enquêtes in het verleden wel altijd. Er werden ook de woordvoerders uit het verleden werden gehoord, ja, door de Kamerleden van dit moment. Van, hoe is het eigenlijk gebeurd? Ja. Waarom heeft u toen deze keuzes gemaakt? U als Kamer. De Kamer speelt er ook een rol in. Ik maak hem niet groter dan hij is, maar er is wel een blinde vlek ontstaan. Ja, kijk, weet je, dat gaat ook allemaal komen en ik ben het met je eens. Ik denk dat de democratie en zeker de Tweede Kamer, de volksvertegenwoordiging, daar kan ook heel veel beter aan als in, allereerst. Dat is denk ik ook iets belangrijks om te benoemen. Althans, daar begint het toch ook mee. Moeten ministers en mensen die in een team zitten, van welke minister-president dan ook, met de minister-president als leider, en dan heb ik het niet eens over nieuw leiderschap, maar gewoon, laat staan nieuw leiderschap. Ja, laat staan nieuw leiderschap. Ja. Die moet toch ook wel de volksvertegenwoordiging
en de mensen die zij vertegenwoordigen vooral serieus nemen. Zeker. En ik heb regelmatig het gevoel gehad, en het blijkt ook keer op keer, dat bepaalde delen van de bevolking en ook de volksvertegenwoordiging niet serieus worden genomen. Ik vind, je mag niet liegen. Hè? Ik vind dat wanneer je fouten hebt begaan als overheid, en dat onderzoek je en dat blijkt, dat je de dure plicht hebt om die te herstellen. Ik vind ook, en dan kom je op de rol van de politiek in zijn geheel, Kamerleden, maar ook politieke partijen, dat je een visie mag hebben en dat je politiek mag maken op basis van je ideeën en die visie. En daarbij ook moet betrekken, goh, hoe gaat het nou in ons land? Al die rapporten die jij opzond. Bijna 30% hè, was een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, om er nog maar eens eentje bij te halen. Had ik nog niet eens bijna opgevond, 30% van onze bevolking, die wordt en voelt zich achtergesteld in allerlei vormen, ja, dan heb je daarin ook een verantwoordelijkheid. En ik vind de politiek op dit moment, delen van de politiek, want ik wil echt mijn collega's die hun stinkende best, of mijn ex-collega's, absoluut niet afdoen of tekort doen. En zeker ook niet die bewindspersonen en ambtenaren die allemaal hun best doen. Maar in zijn geheel, ik vind het een klucht. Ik vind het verbijsterend. Ik vind het slecht voor onze democratie. En ik denk dat daarin heel veel kan verbeteren. Ondersteuning van de Kamer. Die partijen moeten eens stoppen met, ja, eigenlijk carrièrepolitici op te leiden, maar ruimte geven aan juist die volksvertegenwoordiging die band hebben met de bevolking. De regering, ja, die bestuurscultuur, dat wordt het genoemd. Die moet openheid van zaken geven en ook de democratie gaan stutten. Dus er zijn heel veel zaken die we wel kunnen doen. Als je het hebt over de uitvoering, laten we eens beginnen met uitvoering te geven aan alle adviezen die er zijn. Laten we beginnen met te investeren. Nou ja, jullie hadden net al een heel interessant gesprek op basis van plannen in de publieke sector. Maar laten we ook erkennen en zien wat er misgaat. En ik vind het gewoon ernstig. Ik vind alle signalen bij elkaar opgeteld op dit moment heel ernstig. En ik weet, Mark Rutte zou nu zeggen, dat kwam ook in de troonrede voor, die zou nu zeggen, ja, maar het gaat ook hartstikke goed in Nederland. Dat weet ik. He? Ik weet het. Ik weet dat er gelukkig, met mij gaat het heel goed, met heel veel mensen gaat het goed, maar het systeem, ons democratisch systeem, staat onder druk. Ja, en als ik het zo beluister, dan is er onder andere aan de hand dat er een afrekencultuur is in de Belastingdienst, wordt hier geschreven, nee, maar ook tussen Kamer en regering eigenlijk. Dus de regering durft niet openheid van zaken te hebben. Het liegt soms in de Kamer. De Kamer accepteert niet makkelijk dat, dat is ook wel begrijpelijk, nadat je je materiaal natuurlijk eindeloos is achtergehouden, je voorgelogen bent. Daarna zijn de rapen gaar natuurlijk ook. Maar dat een soort, het klinkt naar een verstoorde relatie van wantrouwen. Nee, het is zeer verstoord. Waarin het escaleert ook. Iedereen gevangen. Jij zei net, gevangen zit in zichzelf en in het systeem. We hebben Zini Özdil gevraagd om een column te schrijven. In mijn ogen een man die zichzelf bevrijd heeft uit het systeem en de gevangenschap van de politiek. En fijn dat je er bent, Zini Özdil, oud-Kamerlid van GroenLinks, columnist, historicus. Het spreekstoelte is voor jou. En daarna praten we nog kort even verder en dan komen we aan het eind van deze pleinpubliek. Goedenavond allemaal. Eergisteren was er een interessant debat in de Tweede Kamer. Ogenschijnlijk over de kinderbijslag. Maar eigenlijk ging het over de unieke Nederlandse begrotingssystematiek. Ik zal het woord voor de kijkers thuis nog even herhalen. Begrotingssystematiek. Omdat het UWV inderdaad achterstallig onderhoud had, besloot het kabinet om nu wel in het UWV te investeren. Mooi, zou je zeggen. Waar het niet dat die investering werd bekostigd door exact datzelfde bedrag weg te halen bij de kinderbijslag. Jullie moeten terugkijken dat debat van twee dagen geleden. De oppositie was ongekend
woest. Maar ook, heel interessant, coalitiekamerleden wisten zich eigenlijk geen raad en konden dit niet echt goed uitleggen. Nou, is het nou zo dat Rutte of topambtenaren bij Financiën gaan denken, even in hun handen wrijvend, en nu gaan we eens even arme, alleenstaande moeders aanpakken in de kinderbijslag? Is het een samenzwering? Is het een bewuste? Is het een bewuste klasseoorlog? Nee. Helaas was het maar zo. Want dan was het vrij duidelijk. Het is in mijn optiek zelfs nog erger. Weten jullie hoe het werkt in Nederland? Vanaf de jaren 80 is er besloten dat politiek eigenlijk niet meer over politiek moet gaan. Een hoger doel, visie of ideologie is letterlijk een vies woord. Nee, politiek moet voortaan gaan over het, ja, eigenlijk het technisch managen van beleidsvraagstukken. Dat betekent ook dat de overheidsfinanciën houdbaar moeten zijn. Dat zijn de officiële woorden, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Ik heb die woorden zo vaak voorbij zien komen. Ik zat ineens zo lang als jij, Sadet. Dat is niet te doen. Vanuit die bril is die eigenlijk unieke Nederlandse begrotingssystematiek ontstaan. Voor de mensen thuis even heel kort door de bocht samengevat. Even kort door de bocht. Wat zegt die Nederlandse begrotingssystematiek? Je mag nergens in investeren zonder exact datzelfde bedrag ergens anders weg te halen. Sterker nog, eigenlijk moet je datzelfde bedrag weghalen binnen hetzelfde beleidsterrein. Wim Kok was de eerste premier die aan zijn ambtenaren vroeg: oké, maak eens een tabel van alle mogelijke beleidsterreinen waar we op kunnen bezuinigen. Alle. Dat lekte toen in 1996 naar de media. Want op dat tabel van alle mogelijke bezuinigingen stonden ook bijvoorbeeld voorzieningen voor arme mensen, mensen met een laag inkomen, chronisch zieke, gehandicapten. En dat kwam wat ophef, ook vanuit de vakbonden. Hoe reageerde Kok in de media? Hij zei: hey jongens, even rustig aan, geen zorgen. Dit is gewoon een neutraal technisch tabel van alle mogelijke plekken waar je op zou kunnen bezuinigen. Maar dat betekent niet dat we ook op die terreinen gaan bezuinigen. Het is heel neutraal. Het was nota bene Alexander Rinoy Kan, destijds voorzitter van de VNO, die in de media zei: klets nou niet zo uit je nek, Wim Kok. Ik vat het even mijn woorden samen. Wees eerlijk tegen de burger, anders gaan ze straks teleurgesteld worden in jou en in de PvdA. Maar goed, sinds Wim Kok is dat dus ongeveer, heel kort door de bocht, hoe de begrotingssystematiek werkt in Nederland. Julia Wouters, onze hoofdgast niet onbekend, heeft me wel eens uitgelegd hoe dat in de praktijk gaat. Nou, er moet een x-bedrag bezuinigd worden. Vervolgens gaan bijvoorbeeld fractievoorzitters van partijen die gaan regeren met z'n allen naar dat enorme neutrale technische tabel kijken van alle knoppen waar je op zou kunnen bezuinigen. En wat gebeurt er vervolgens als dat alleen maar mannen zijn? Dan zeggen ze: oh, haal maar die pil weg uit de basiszorg. Die pil mag wel weg uit de basiszorg. Is dat omdat ze vrouwen haten? Nee. Maar omdat ze geen enkel benul hebben van wat voor desastreuze gevolgen dat heeft voor vrouwen. Met name vrouwen met een lager inkomen. Zo ging het deze week dus ook met de kinderbijslag. Een groepje theoretisch opgeleide mannen die niet weten wat armoede is, hebben eventjes de kinderbijslag aangetikt zodat ze konden investeren in het UWV. Nou, dat mogen zo zijn, maar waarom veranderen we die rare Nederlandse begrotingssystematiek dan niet? Nu kom ik toch op een punt, ook een, eerlijk gezegd een beetje een persoonlijke frustratie van mij. De vraag stellen waarom je überhaupt ergens exact datzelfde bedrag moeten weghalen om ergens in te kunnen investeren, is in Nederland vloeken in de kerk. Laat staan opperen dat het misschien geen slecht idee is om het begrotingstekort iets te laten oplopen, zodat je echt structureel kan investeren in koopkracht, armoedebestrijding, sociaal vangnetzorg. Als je dat zegt, ben je helemaal een ketter. Grote verhalen, idealen, visie, vergezichten, bezieling, een hoger doel zijn op deze manier ook eigenlijk helemaal uit de Nederlandse democratie gesneden. Want dat kan allemaal niet. Want ja, begrotingssystematiek. Dat is ook trouwens wat Rutte ook terecht tussen aanhalingstekens zegt als mensen van hem vragen om visie te tonen. Begrotingssystematiek. Goed, waar staan we nu? Na ongeveer 30 jaar eigenlijk politiekloze politiek van de begrotingssystematiek.
Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek weten we, ook onlangs die laatste Ipsos-peiling, dat aan de onderkant in Nederland dat ongeveer tussen de 15% en 20% van de bevolking verloren is. Dat zijn de spreekwoordelijke deplorabelen. Mensen die meestal bijvoorbeeld in een flexibele schil zitten. Onzeker, onderbetaald werk. Mensen die, ook al werken ze hard, niet meer rond kunnen komen zonder schulden te maken. De postbezorger die geen loon krijgt, maar 60 cent per bezorgd pakket. Stukloon, zoals in de 19e eeuw. De alleenstaande moeder die in de raderen van het systeem vermalen raakt. De stratenmaker, zoals bijvoorbeeld mijn jeugdvriend uit Rotterdam-Zuid, die ik 2 jaar geleden weer tegenkwam. En die geen kiezen meer heeft, omdat hij de aanvullende tandenzorg niet kan betalen en het eigen risico niet meer kan betalen. Die mensen zijn volgens de recente Ipsos-peiling in rap tempo aan het radicaliseren. Want ze hebben een antwoord nodig op de vraag waarom ze aan het kortste eind trekken terwijl ze niks verkeerd doen. Dat antwoord krijgen ze van mensen zoals Willem Engel, Thierry Baudet. Een compleet fout antwoord, maar wel een duidelijk antwoord. Een helder antwoord, een antwoord met bezieling, met zelfs spiritualiteit. Ik denk dat het echt wordt onderschat hoe behendig Baudet bezig is met het kanaliseren van terecht resentiment in de samenleving naar zijn eigen politieke agenda. Nou, dat was de onderkant. Volgens diezelfde onderzoeken weten we dat in het midden ongeveer 40% van de bevolking staat. Van MKB'ers tot verplegers, tot agenten, tot systeembeheerders. Dat zijn meestal praktisch opgeleide mensen die echt de ruggengraat vormen van de samenleving. Die middengroep, die cruciale middengroep, staat echt op het randje op dit moment. Als je vroeger, toen Nederland een echte sociale verzorgingsstaat was, in die middengroep zat, had je vanzelfsprekend hoop en vertrouwen dat je kinderen het beter zouden krijgen dan jezelf. Die hoop is verdwenen. Het is cruciaal nu om die middengroep er binnenboord te houden. We hebben niet veel tijd meer. Als die middengroep de komende jaren niet bediend wordt met een radicaal ander sociaal beleid, zullen zij ook als rijp fruit vallen in de schoot van Baudet. Of het nou deze Baudet is of een volgende. Dank u wel. Zini. Ja, Zini, heel dank voor de column. Ook natuurlijk oud-Kamerlid. Dus we praten hier nog even het laatste stukje nog even door over die dynamiek. En ook wel misschien dat vergezicht, het vertrouwen in overheid, politiek en samenleving. Je hebt gelijk natuurlijk, dus het gaat verder eigenlijk. Hè? Dat is in feite wat je zegt. Hè? Dat er is een gedeelte van 15% à 20% mensen die helemaal in paniek zijn. Die rijp zijn voor Willem Engel kennelijk. En daar lijkt het op het moment overigens ook op. Dus vertrouwen in overheid en politiek. Nog even terug naar... misschien eerst eens even naar het... aan het begin van het gesprek, Jeroen Dijsselbloem, zei hij... ja, ik ben nou wel benieuwd hoe dat gaat met deze formatie. Hè? Die hoekpunten van de systematiek, die zijn weg. Hè? Want het lijkt eigenlijk alsof er geen enkele grens meer is aan een begrotingssystematiek. Geen begrotingssystematiek meer is. En dus of die dan niet meer is. En, dus of de zalmnorm die van lang geleden was, maar ook het inkomsten- en uitkomstensystematiek. Het hoeft allemaal niet meer. Want toen zei ik, nou, ik zei het met enig in ironie misschien, maar het paradijs. Hè? Tuurlijk. Hoe luister je naar... Zeg maar, is het inderdaad zo dat een groot probleem... een groot gedeelte van de problematiek waar we nu in zijn... komt misschien door de politiekloze politiek, zei je letterlijk. Maar kijk, een begroting heeft altijd een systematiek... Dus ja, je kunt wel zeggen dat begrotingssystematiek, dat word je mee doodgegooid. Maar dan zou ik zeggen, dan politiek is altijd de ruimte die er is, bezetten en vervolgens groter maken. Dus zelfs als je de oude begrotingssystematiek van Gerrit Salom zou handhaven, die overigens al lang niet meer wordt gehandhaafd, maar stel dat je dat weer zou doen, dan kun je nog steeds het belastingstelsel totaal hervormen en veel progressiever maken. Dan kun je nog steeds het immense wantrouwen in het toeslagenstelsel eruit halen. Dan kun je nog steeds besluiten, weet je, we gaan de huurprijs in de sociale woningbouw weer gewoon fors verlagen, zodat veel minder mensen hun hand hoeven op te houden. Snap je? Dus er zijn grote politieke keuzes te maken,
Het heeft allemaal niets te maken met begrotingssystematiek. Begrotingssystematiek zijn gewoon spelregels die je met elkaar afspreekt. Als je dat niet doet... Nee, dan... laat me even nader verklaren. Ik heb niet gezegd dat er helemaal geen begrotingssystematiek moet zijn. Maar ik vind wel het huidige begrotingssystematiek, die eigenlijk op is gebouwd sinds de jaren 80, dat die echt problematisch is. Ik bedoel, we hadden ook een begrotingssystematiek van 1957 tot ongeveer 1980, die heel Keynesiaans was. Dus ik zeg niet dat er geen begrotingssystematiek zijn, dan heb je geen staat of overheid meer. Ja. Nou ja, kijk, ik weet niet of die begrotingssystematiek toen in de tijd van Zijlstra Keynesiaans was. Ik denk dat Zijlstra dat zou ontkennen. Die probeerde namelijk ook de begroting op orde te krijgen. Alleen in die, tot ver in de jaren 80 was dat, lukte dat heel lang niet. Dus ik denk dat in Nederland altijd wel de neiging is geweest om in ieder geval voor de wat langere termijn de begroting op orde te houden. Wat betekent dat? Dat je in ieder geval je staatsschuld niet uit de hand laat lopen. En vervolgens kun je er nog een enorm politiek debat over voeren. En ik neem aan dat dat nu ook gebeurt tijdens de formatie. Hoe groot mag het tekort eigenlijk zijn? Hoe groot mag de schuld oplopen? Dat laatste was ironisch, toch? Ik neem aan dat dat er ook nu is tijdens de formatie. Nee, dat lijkt mij wel, omdat dat heel erg bepaalt. Kijk, als je nu met elkaar zou zeggen... Als jij erbij zat, zou je het doen. Dat is eigenlijk wat je zegt, maar ik heb niet het idee dat dat gebeurt, toch, op dit moment? Ja, dat weet ik echt niet, maar dat lijkt me bijna onvermijdelijk. De grote keuze is, de staatsschuld is in Nederland nog steeds laag. Stel nou eens dat we tegen elkaar zeggen, en de Brusselse regels gelden niet. Die gelden op het moment ook niet, want die knop staat uit, geloof ik. Dus stel dat we tegen elkaar zeggen, nou, wij gaan in de komende jaren de staatsschuld laten oplopen naar van, we zitten nu onder de 60%, naar 80%. Dat kan Nederland makkelijk betalen. Nederland wordt heel erg vertrouwd door de internationale financiële markten, dus wij kunnen dat ook financieren. En dat kunnen we ook echt wel betalen. Rente bestaat bijna niet. Dat, als je dat zegt, dat kun je eenmalig doen, dan weet je dat je dus de komende jaren heel veel investeringsruimte hebt. Wel eenmalig, dus je moet het goed investeren in onderwijs, in innovatie. Dus je moet over dit soort dingen toch wel hebben. Dus dat zijn die hoekpunten die ik bedoel van het financiële speelveld. Ik kan me niet voorstellen dat je een regeerakkoord sluit zonder dat je het daar met elkaar over hebt. Nee, maar... Ja, wat... maar daarbinnen zijn nog enorme politieke keuzes te maken. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste. Ik denk, om kort op die hoekpunten en jouw column terug te komen. Ik denk dat het wel degelijk heel vaak, maar dat is inderdaad politiek zoals jij noemt. Die normen zijn gebruikt om bezuinigingen door te drukken en of hervormingen tegen te houden. En ik kan me nog herinneren dat de EU-normen, hè, want aan die begrotingsregels moeten we ook nog voldoen. Vanuit politiek perspectief wilden wij dat los kunnen laten. Nou, daar viel het hele land over. Maar wat nog veel problematischer is, wat hieronder ligt, zijn de modellen van het CPB. Dat is namelijk, die worden namelijk verwerkt om tot de normen en de bedragen te komen van hoe iets kost. Het Centraal Planbureau. Ja, ja, daar staat bijvoorbeeld niet in wat het maatschappelijk rendement is van onderwijs. Of via die modellen kom je uit op gigantische kosten en of werkloosheidseffecten wanneer je de AOW-leeftijd verlaagt. Mirjam van Praag eerder zei, wat je meet, daar ga je naar gedragen. En dat heeft wel degelijk, en dan kom ik weer terug op die ideologische koers, het neoliberalisme, dat is wel degelijk onderdeel van die ideologie. En van daaruit wordt het hele overheidsapparaat ingericht. Daar committeren partijen zich aan. Ik zou graag willen dat dat verandert, dat we dat met z'n allen veranderen. En op basis daarvan wordt het overheidsapparaat, dat is vanuit het nieuw public management, ook heel technocratisch ingericht. Ja. En dat kan botsen, althans dat kan maatschappelijke oplossingen voor grote vraagstukken belemmeren. En natuurlijk is dat afhankelijk van waar je politiek staat. En willen we echt vernieuwen, en ik denk dat dat nodig is, en op een andere manier kijken naar de samenleving, de mens eigenlijk centraal stellen, dat wantrouwen vervangen door vertrouwen, dan moet je toe naar een relationeel model, wat ook meegewogen wordt uiteindelijk in de begroting en de begrotingssysteem. Dus en de hele sturingsfilosofie van de overheid. Dus niet, dit zeg ik ook even als bestuurskundige. Dus niet nieuw leiderschap, maar een nieuwe systematiek. Nou ja, dat is in mijn ogen, zou dat ook onderdeel van... Weet je, kijk, nieuw leiderschap, dat was natuurlijk een verkiezingsstunt. Hè, met alle respect,
met alle respect. Maar we hadden net een kabinet dat was afgetreden vanwege dat hele grote schandaal. Er liggen zulke grote vraagstukken. En die verkiezingscampagne, die is heel weinig inhoudelijk over dat soort grote vraagstukken gegaan. Of het klimaatprobleem. Dat ging inderdaad heel veel over nieuw leiderschap. Dat mag, maar nieuw leiderschap moet je vervolgens wel tonen. Ik zie je wel nogal sceptisch luisteren, geloof ik tenminste, interpreteer ik, naar loslaten van zoiets als centraal. Nou, misschien eerst even het nieuw leiderschap. Misschien ben ik naïef, maar ik heb dat toch als een serieus idee opgevat van Sigrid Kaag. En volgens mij is het ook echt nodig. Alleen, vervolgens moet je ook een debat met elkaar voeren. Wat is het eigenlijk? Dat zou wat meer invulling kunnen hebben. Maar het gevoel dat alleen al in de relatie tussen regering en Kamer, we hadden het er net over, diep wantrouwen is geslopen. Veel ministers worden gewoon niet meer geloofd in de Kamer. Ja. En je ziet dus dat het politieke debat daarmee dus helemaal kapot gaat. Dus daar moet iets gebeuren. Het vertrouwen van de burger. Het vertrouwen van de overheid in burgers. Dus dat vergt wel echt het andere type. Daar ben ik hartstikke met je eens. Oké, dan zijn we het erover eens. Maar zie je dan ook dat wanneer je dat zegt, want ik ken heel veel mensen in mijn omgeving die om die reden dachten van, hé, dat gaat de verandering brengen en maar dat vertrouwen geven. Zie je dan ook? Maar zie je dan ook dat wanneer je dat dus niet waarmaakt, en dat zien we dus de afgelopen maanden gebeuren, en vervolgens weer op de oude manier en met de oude mensen wordt doorgegaan, dat direct weer een enorme deuk geeft in dat vertrouwen. Maar, ja, oké. Okay. Nee, ja. Ik heb nog even hoop. In die end gaat het ook om de daad. Ik heb nog even hoop dat er, maar goed, we weten het niet, maar dat dit debat over nieuw leiderschap, nieuwe cultuur in Den Haag ook tot enkele veranderingen gaat leiden. Misschien komt er wel een dun regeerakkoord. Misschien komt er wel een meer een open debat bij de Kamer. Ik dus haal dat die een hoop, van de grote problemen is. Ik haal die hoop uit niet zozeer. En ik ben het met je eens en ik hoop. Waar haal je ik die hoop, uit? Waar haal je die ik uit? Hoop dat ze dat gaat waarmaken en iedereen die dat meent te voor te staan. Ik haal die hoop vooral uit wat er ondertussen in de maatschappij ook aan moois gebeurt. Hm. Aan alle nieuwe bewegingen, aan mensen die aan de documentaire van Stijn Bouwman. Aan de documentaire, nee, echt serieus. Ja, nee, aan dit soort debatten. Ja, ik denk dat we dat samen ook moeten doen. Dat niet alleen maar vanuit het. Zie je niet wat wil je zeggen? Kijk, als aanvulling hierop. Ik twijfel ook niet aan de oprechtheid van mensen als ze zeggen nieuw leiderschap, et cetera. Alleen, zolang we niet bereid zijn om het systeem erachter, achter al die problemen, te veranderen, laat staan te bekritiseren, zoals de begrotingssystematiek, dan gaan we nog verder in die modder zakken. Ik zal één voorbeeld geven. Nederland is ook het enige democratische land met zulke dichtgetimmerde regeerakkoorden. Dat begon ook in de jaren 80. De Lubbers was de eerste die daarmee begon. Er werd daarna nog meer dichtgetimmerd. Het regeerakkoord van Lubbers II in 1986 was zo'n unicum dat er zelfs een boekvorm werd uitgegeven, werd een bestseller, weet je wel. Wat betekent een dichtgetimmerd regeerakkoord? Nou, gewoon feitelijk zo. Nou, je hebt een kabinet met coalitiepartijen die regeren. Je hebt in een regeerakkoord alle mogelijke dingen tot in detail geregeld. En dan heb je nog een debat in de Tweede Kamer, maar ja, je hebt 76 zetels of meer. Dus dan heb je debatten die soms 12, 13, 14 uur duren. Als oppositie kom je met allemaal plannen, ideeën. Het maakt niks uit. Het maakt hem niks uit. Het is dichtgetimmerd. We hebben 76. Het democratisch proces in de Kamer wordt daarmee kalt gesteld. Huh? Exact, exact. En dan kun je wel praten over nieuw leiderschap, et cetera, et cetera. Maar zolang, hoe zou ik dat zeggen? Zolang de Nederlandse democratie niet in staat is om de democratie ook tot bloei te laten komen in het hart van de democratie, in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dat je besluitvorming ook aan de hand van een echt debat doet, dan zijn we straks echt verder van huis. En dat wil ik nog een keer benadrukken. Niet om het doemdenken te zijn, maar feitelijk genomen. Weet u nog in 2014? Denk eens even terug aan 2014, wat je toen aan het doen was, in de vakantie, whatever. Als iemand in 2014 tegen jullie had gezegd, over een paar jaar zal Engeland uit de EU vertrekken. Over een paar jaar zal de helft van de Amerikanen achter Donald Trump staan. Iedereen had je uitgelachen. Ik had je ook uitgelachen. Geloof me, op al die beleidsterreinen loopt Nederland ernstig uit de pas. Ernstig uit de pas met alle landen, continentaal-Europese landen om ons heen. Wij zijn het volgende land. We gaan een nexit krijgen. Het is echt geen grap meer. We hebben nog misschien een paar jaar om het te herstellen. En dus, zij we het anders gaan doen. Dat zeg ik. Dus, precies. Dus we moeten denk ik, met alle respect, ophouden met denken binnen de gewende, vertrouwde kaders. Op alle vlakken. En misschien durven ook daarbuiten te denken. Ondanks de goede intenties.
afsluitend. Een oproep tot een totale vernieuwing, want anders zakt alles, af naar Baudet en zijn opvolgers misschien. Maar, ja. Ik ga nu de sfeer bederven door als oud-minister van Financiën te zeggen, kijk, je zult altijd de begrotingssystematiek daar hoopt we ook een beetje op. Altijd, en dan moet je ook gewoon politiek over durven bedrijven, afspraken moeten maken over geld. En hoeveel geld wil je eigenlijk uitgeven en bij wie haal je het weg? Maar mag ik jou dan als oud-minister van Financiën vragen? En als je dat debat niet aangaat al tijdens de formatie van een kabinet, ja, dan heb je of geen afspraken, dan heb je chaos, of je hebt de oude afspraken en die liggen dan weer voor 4 jaar vast. Maar welke keuze wil je dan maken? Het is gewoon onderdeel van politiek. Dus als je zegt, nou, ik vind dat er veel meer begrotingsruimte moet komen, zodat we problemen kunnen aanpakken, be my guest, weet je. Bespreek dat af. Ik verwacht ook dat dit kabinet dat gaat doen. En wat vind jij er dan van? 40% als... En overigens, dat bewijst inderdaad allerlei onderzoek. Dat is dat zie je niet dat uit zijn duim, zeg maar. 40% is die middenklasse eigenlijk. Hè, als die het zwaar krijgt, heeft de democratie het natuurlijk zwaar. Dat weten we ook uit het hele onderzoek van historisch van de 20e eeuw. Ja. Dus ik vraag van Sadet eigenlijk, als jij als oud-minister van Financiën, waar zou je hem dan leggen nu op dit moment? Nou, ik vind dat een aantal grote thema's echt ongelooflijk lang al blijven liggen. De woningmarkt echt de afgelopen jaren alleen maar slechter geworden. Ja. Het zijn precies deze mensen die, zeg maar, met de beperkte inkomens nog net tot en met de hele middenklasse, die op dit moment gewoon niet eens bewegen. Maar daar eerder zei maar, dat is niet echt een geldprobleem, dat is een ruimtelijke ordeningsprobleem. Voor ruimtelijke ordening, dat heeft te maken met belastingwetgeving. Nee, maar de verhuurdersheffing, iets heel concreets, is niet afgeschaft. Als je het hebt over mensen met lage inkomens, het minimumloon is nog steeds niet naar €14. Er zijn echt 5, 6 van die hele concrete maatregelen die zo al die partijen die zeggen, en dat is best wel een meerderheid nu, hè, voor vernieuwing en voor de hele bevolking te staan. Hup, ga daarmee aan de slag. Ik denk dat enorm zou helpen. Deze twee? Nee, ik denk dat het echt een ongelooflijke versimpeling is. Dus de woningmarkt, hè, die verhuurdersheffing, van mij mag je morgen afschaffen. Maar dan moet je ook echt met die corporaties afspreken dat ze dat geld deze keer niet oppotten. Wat voor de verhuurdersheffing natuurlijk een immens probleem was. Dat miljarden SP heeft daar heel veel kritiek op gehad. Enorme oppotten van geld bij woningbouwcorporaties. Zorg dan ook dat ze deze keer echt gaan steken, bijvoorbeeld in het verduurzamen van hun woningen. Nou. Maar dat doet aan de woningmarkt en het woningmarkt tekort nog helemaal niets. Dus ik hoor inderdaad, het debat in Den Haag over de woningmarktproblematiek is versmalt nu tot de verhuurdersheffing. Mm-hmm. Tot uw dienst, schaf hem morgen af. Maar dat is het probleem niet. Kort niet oplossen. Echt niet. Het is echt ingewikkelder en er zal meer moeten gebeuren dan dat. Ik ben het met je eens dat daar een groot plan moet komen. Net zoals er een deltaplan moet komen voor het onderwijs. Dat er meer nodig is. Maar als je nu iets wil doen en mensen serieus wil nemen en ruimte wil scheppen, dan is dat 1 concrete maatregel die je nu kunt nemen. En waarom ik dat noem is vanwege dat nieuwe leiderschap, omdat we er zo vaak over hebben gehad, denk je, ja, doe dan nu Kamer. Nu kan het. Go for it. Na deze openhartige uiteenzetting, en het werd gelukkig ook aan het eind ook politiek, en niet alleen analytisch. Dat is ook de bedoeling natuurlijk, want in de politieke arena lossen we het op. En dat is de plek waar het inderdaad in de Kamer en niet hier in de balie opgelost moet worden. Maar het is, we kunnen er hier zeker mee beginnen. Ga ik naar een afronding en ga ik jullie allemaal heel hartelijk danken. Danken voor het 2 uur luisteren, het komen naar de balie. Het feit dat jullie erbij zijn, gewoon in levende lijven en niet op het internet. Waar een veelvoud van de mensen zitten te kijken die hier zitten, maar deze mensen zijn er echt bij geweest. Ga ik natuurlijk Mirjam van Praag bedanken die al vertrokken is. Ga ik Sadet Karabulut bedanken, Zini Özdil en natuurlijk ook Jeroen Dijsselbloem die 2 uur lang gewoon gesproken heeft over alle onderwerpen die er zijn, zonder dat we van het vooraf hadden vastgelegd in vragen, in thema's, in en dat je daar gewoon aan meedoet en dat jullie gewoon aan meedoen. Het open uitwisselen van debat over al die problematiek die er heerst in het land, waar we graag de volgende maanden en dit jaar weer aan verder praten over hoe komen we naar oplossingen en wat is de oorzaak en wat zijn de oplossingen. Ik vind buitengewoon prijzen en heel erg bijzonder dat jullie dat hier gewoon in alle openbaarheid, met alle verantwoordelijkheden die daarmee spelen in het verleden en naar de toekomst toe, het voorzitterschap van de evaluatie van het coronabeleid, bijvoorbeeld, om er maar 1 te noemen. Ik wens je daar heel erg veel succes mee. Heel hartelijk dank voor openheid en open denken en praten. Dank voor de komst naar de balie en tot een volgende keer allemaal graag. Dank je. Jij ook bedankt, Jurik.